Welkom in Pakhuis de Zwijger. Mijn naam is Servas en dit is Ruimte, Ruimte, Ruimte. En niet zomaar één, dit is de eerste in 2022 en de eerste van drie verkiezingsspecials die we in deze serie maken. Want Pakhuis maken we natuurlijk een hele hoop verkiezingsspecials, hoop gespillende gesprekken. Maar vanavond is in ieder geval op Ruimte, Ruimte, Ruimte de eerste. En we gaan het hebben over voedsel, de voedselverkiezingen. Dus hoe moeten we in onze regio, in de metropoolregio Amsterdam, omgaan met voedsel? Hoe moeten we in Nederland omgaan met voedsel? Welke impact heeft dat op onze openbare ruimte? Hoe werken dingen als gezonde voedselomgeving? Wat betekent dat? Allemaal van dat soort vragen bespreek ik in het eerste deel van deze aflevering. Hier aan tafel met experts en specialisten. Het tweede deel van deze aflevering ga ik in gesprek met kandidaten van de verschillende partijen in de metropoolregio Amsterdam. Specifiek uit Zaanstad, uit Almere en uit Amsterdam. Maar laten we beginnen hier aan tafel. Want ik zei het net al, we gaan natuurlijk kijken over hoe zit het eigenlijk met dat voedselsysteem. Wat is zoiets als gezonde voedselomgeving? Welke grip hebben we erop en hoe kunnen we ermee sturen? En daarover praat ik met Ilse Zaal. Jij bent gedeputeerde voor economie, landbouw en bestuur van de provincie Noord-Holland. Ook met Lara Simmingen. Jij bent beleidsadviseur voedsel. En gewoon specialist op dit onderwerp. Ook met Jaap Sadel. En je bent hoogleraar voeding en gezondheid bij de Vrije Universiteit hier in Amsterdam. En ik spreek met Ernst Hart. Hier aan tafel voorzitter politieke werkgroep Slow Food Nederland. Op afstand heb ik nog een held hier. En dat is Jan-Willem van der Schans. En hij is co-founder Taskforce Korte Ketens. Welkom. En zoals ik al zei, dit is het eerste deel van het programma voor de mensen die vanavond kijken via AT5. Het tweede deel wordt op een later moment uitgezonden. Ik zal ervoor zorgen dat dan in beeld komt bij de afsluiting van het programma wanneer deel 2 uitgezonden wordt. Want dat weet ik nu nog niet. Via Salto voor de mensen het eerste uur. Tot 9 uur kan je bij ons blijven. Na 9 uur gaan we helaas van de zender af. Maar niet getreurd, want je kan naar dezwijger.nl gaan om daar nog de rest van het gesprek verder te kijken. En uiteraard in herhaling ook via YouTube. Ja, laten we beginnen met het begin. Ilse, en bij jou wil ik eigenlijk beginnen. Want waarom, wat doet de provincie met voedsel? Ik ken de provincie vooral van Provinciale Wegen. En ik ken de provincie van één keer in zoveel tijd dat ik moet stemmen. Omdat ik wil dat de Eerste Kamer op een bepaalde manier op gaat. Maar wat met voedsel? Klopt allemaal. Maar wij gaan natuurlijk ook over de ruimtelijke ordening. Van hoe richten we de provincie in? We gaan over de natuur, maar ook over landbouw en de regionale economie. En onderdeel van ons regionaal economisch beleid is dat wij nu ook een voedselvisie hebben. En wat staat in die voedselvisie? Nou, die voedselvisie hebben wij gemaakt als provincie omdat we natuurlijk zien dat we op een hele efficiënte manier in Nederland, maar ook in Noord-Holland, voedsel produceren in de agrarische sector. Maar dat we ook steeds meer zien dat die wijze van voedsel produceren echt heel veel impact heeft op de bodem, op de biodiversiteit, het water, het klimaat, nou, de stikstofuitstoot. Daar heeft de landbouwsector een groot aandeel in. En wij wilden als provincie een bijdrage leveren aan een duurzamer voedselsysteem. En een aantal dingen die daarin staan is onder andere dat wij er naar streven dat in 2030 de grondgebonden landbouw natuurinclusief is. We streven naar kringlooplandbouw. En een ander belangrijk element is dat we graag zien dat er meer uit de korte keten wordt gegeten in de provincie Noord-Holland. Allemaal woorden die we later nog dieper gaan uitspitten wat dat allemaal betekent. Maar jij bent ook voorzitter van de stuurgroep Voedsel Verbindt. Wat is dat voor samenwerking? Ja, Voedsel Verbindt is een heel belangrijk samenwerkingsverband tussen gemeente, bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen. LTO zit er bijvoorbeeld ook in, de provincie, maar ook de gemeente Zaanstad, gemeente Amsterdam. En in dat netwerk bundelen we eigenlijk de krachten richting dat duurzame voedselsysteem. Ja, dus het is gewoon samenwerken met verschillende partijen in de regio. En gewoon eigenlijk zoals nu met elkaar aan tafel over welke kant moeten we op. Ja, en ook een uitvoeringsagenda waarin we projecten met elkaar draaien. Waarvoor ook financiering is. Waarvoor we challenges ook vanuit de samenleving mede financieren. Maar je hebt ook echt slagkracht. Je kunt echt dingen doen. Dat is heel fijn. Ja. Ook hier aan tafel is Jaap. Jaap Sadel, je bent, zoals ik al zei, je bent verbonden aan VU. Ja. Je hebt meerdere boeken geschreven over het voedselsysteem. Over termen als gezond eten en het voedselsysteem en de voedselomgeving. Ja. Dat zijn hele mooie kreten. En ik snap een beetje waar het over gaat.
Maar waarom is dit relevant? Waarom moeten we het hebben over gezond voedsel? Want... Nou ja, Ilse had het net over de productiekant. Ik zit meer aan de consumptiekant. Ja. Het voedselaanbod voor veel bewoners, zeker van grote steden, is over het algemeen ongezond en niet duurzaam. Ja. En hoe lager de inkomens en hoe slechter de fastfood en patat. Is patat, inferieur gemaksvoedsel, ja. Ook in de supermarkt. Dat is het goedkoopste eten. En daar hebben heel veel mensen met een laag inkomen alleen maar toegang toe. Ja. En dat betekent eigenlijk ook dat ze daar heel veel gevolgen van hebben op het gebied van gezondheid. Fysieke, mentale gezondheid. En je ziet dat er grote gezondheidsverschillen zijn in Amsterdam, om maar even aan te geven, tussen de minder sociaal krachtige wijken en economische wijken en de betere wijken. Leven mensen 6 jaar langer in de gezonde wijken. En ze leven 20 jaar korter in ongezondheid. Dus ze hebben grote gezondheidsverschillen. Als je kijkt naar wat zijn die gezondheidsverschillen, hebben ze bijna allemaal te maken met chronische welvaartsziekten die grotendeels het gevolg zijn van een ongezond voedingspatroon. Dus niet alleen leven mensen in gezond, als je gezond leeft, leven niet alleen 6 jaar langer, maar je leeft dus ook veel in die van die langere leven is ook 20 jaar gezonder, prettiger, fijner. Ja. Maar dat is gigantisch. Dat is enorm. Ja, en dat heeft dus alles te maken met het voedselaanbod wat in die zeg maar slechte economische omstandigheden dominant is, waar mensen weinig tijd, weinig vaardigheden, weinig kennis, weinig geld, weinig enzovoorts hebben. Ja. En eigenlijk gedwongen zijn om dat inferieure gemaksvoedsel te consumeren, waardoor ze te veel zout, te veel vet, enzovoort, te weinig groente. En je ziet dat al bij jonge kinderen. Die gezondheidsverschillen, daar hebben we het over chronische welvaartsziekten. Nou, dan ben je 50 of 60 en dan krijg je de eerste klachten, diabetes, hart- en vaatziekten, kanker en dat soort ellende. En depressie, als het om mentale gezondheid gaat. Maar we zien dat die gezondheidsverschillen al beginnen in de eerste levensjaren van kinderen. Maar dat betekent dus dat er is een heel pleidooi om gezond te eten. Ja, en duurzaam. Dat... Ja. En duurzaam. Ja, maar daar wil ik naartoe. Waarom die link tussen gezond en duurzaam? Nou, we zien dat als je gezonder wil eten, dan moet je meer naar een plantaardig voedingspatroon. Ja. We hebben met de voedselproductie natuurlijk een aantal problemen. Namelijk, we maken er ongezond voedsel van. Ja. We putten de bodem uit. We verliezen biodiversiteit. Er zijn milieuproblemen, die Ilse net al genoemd heeft. En als je dan eigenlijk kijkt naar wat zijn de gevolgen op het gebied van zeg maar de pandemie van chronische welvaartsziekten, zo noemen we het dan maar even, dan is er eigenlijk een syndemie. Namelijk, door voedselproductie heb je klimaatverandering. Klimaatverandering leidt tot gezondheidsproblemen. Je hebt een ongezond voedingspatroon wat leidt tot ondervoeding, te weinig voedingsstoffen. En je hebt inferieure gemaksvoeding, wat leidt tot overvoeding en veel overgewicht. Als je kan allebei tegelijkertijd hebben. Dus je kan dat zijn drie pandemieën, dat noemen we een syndemie. Die hangen met elkaar samen. En wanneer je dus al die drie de pandemieën tegelijkertijd wil aanpakken, moet je naar het hele voedselsysteem kijken. Wat bij mij naar voren kwam toen je dit vertelde, dacht ik, je kan toch best wel een niet duurzaam geproduceerde bloemkool hebben die heel gezond is? Ja, maar je wil uiteindelijk, straks hebben we 10 miljard mensen op de aarde. Ja. Die moeten allemaal gevoed worden. Als we dat doen op de manier zoals we nu eten, hebben we 5 planeten nodig. Moet je meer dan verdrievoudigen de voedselproductie. Je moet ook zorgen dat al die mensen in die grote steden allemaal toegang hebben tot gezond en voedsel. En dat kan je natuurlijk alleen maar doen wanneer je het ook duurzaam produceert. Ja, dus je punt is, het is überhaupt, ik bedoel, gezond eten sowieso goed, maar het moet duurzaam, omdat anders we het anders niet kunnen doen. Anders putten we het uit. Ja. Ja. Herkenbaar? Ja, heel herkenbaar. Ja. Is dit ook de reden geweest waarom jullie gaan schrijven? Want was er eerder een voedselvisie? Er was landbouwbeleid, maar wat we nu hebben is echt een voedselvisie. Wat is het verschil? Nou, dat ga ik je nu uitleggen. We hadden landbouwbeleid wat zich echt primair op de landbouwsector, op de primaire productie richtte. En we hebben nu een voedselbeleid wat ook door de hele keten gaat. Dus van eigenlijk van zaadje tot aan bord. Van grond omdat tot mond. We ook wel zien dat eigenlijk het duurzaam produceren is één ding. Dat is ontzettend belangrijk. Maar uiteindelijk moet het ook, moeten de supermarkten het afnemen. Moeten ze daar een reële prijs voor betalen, voor vragen. En moet de consument daar een reële prijs voor betalen. En moet hij ook dat voedsel eten. En dat is een belangrijke verandering die wij hebben doorgevoerd. En natuurlijk als provincie heb je niet invloed, evenveel invloed op al die schakels in de keten. Maar daarom werken we dus ook samen bijvoorbeeld in Voedselverbind. En hoop ik ook dat de nieuwe raadsleden in de gemeente ook zorgen dat er een goed voedselbeleid ligt. Want gemeenten hebben bijvoorbeeld weer veel meer invloed op de scholen en op de inwoners en op de consumenten. Dus de gemeenten kunnen eigenlijk scholen stimuleren om wat Jaap net zegt, vroeg een gezond patroon aan te leren. Ja.
Ja, ik kan wel een voorbeeld noemen. Ja, als je, we zien dat kinderen te weinig groente eten. Dat is grotendeels omdat ze thuis geen groente krijgen. Omdat het is te duur of te bewerkelijk of wat dan ook. We zien dat wanneer je een gezonde schoollunch introduceert... op alle basisscholen in Amsterdam bijvoorbeeld... dan zie je dat de gezondheidsverschillen afnemen... dat de leerprestaties toenemen... dat je als je dat lokaal afneemt van lokale producenten... dat ook de economische situatie verbetert. En de gezondheid van kinderen... zowel in mentaal als fysiek oogpunt ook toeneemt. En zo kun je, wanneer je dat soort maatregelen hebt... kun je met een voedselsysteem wat zich vooral lokaal oriënteert... en wat zich richt op... ook het verkleinen van gezondheidsverschillen. Want dan krijgen alle kinderen gewoon dezelfde gezonde maaltijd. In plaats van dat je afhankelijk bent van wat de ouders thuis wel en niet aan tijd en geld kunnen besteden aan voedsel. En dan heb je dus een aantal dingen in één keer. Je verkleint de gezondheidsverschillen. Je bevordert de fysieke en gezonde ontwikkeling van kinderen. En leerprestaties. Dat is belangrijk voor de economie ook op de lange termijn. En je stimuleert de lokale economie. Ja, omdat je het lokaal... Ja. Gaan we ook zo meteen door, gaan we die korte ketens, wat dat inderdaad betekent. Ja. Maar dat betekent dus dat er grote stappen zijn die je als gemeente kan zetten... Absoluut. Om die voedselomgeving gezonder te maken. Ja. En want ik denk eigenlijk altijd bij voedselsystemen en voedselbeleid... is vooral nationaal of eigenlijk Europees. Maar dat is dus ook heel erg lokaal. En zijn er andere voorbeelden? Bijvoorbeeld. Dus als we het hebben over voedsel verbindt. Mensen zijn over het algemeen de verbinding met hun voedsel kwijtgeraakt. Ja. Het is iets wat je goedkoop voor niks, met te weinig geld. Dan komt uit de fabriek. Dat komt uit de fabriek en je hoeft het alleen maar op te warmen. Als je die verbinding weer wil hebben, dan heb je bijvoorbeeld lokale stadslandbouw nodig. Je hebt moestuinen nodig. Je kunt schooltuinwerk bijvoorbeeld, waar kinderen leren dat insecten, bodem en water en samenwerken en voedsel eten uit de grond, wie je zelf verbouwt, dat het enorm spannend en leuk is om te doen. Ja. En daarmee krijg je dat bewustzijn bij burgers dat het ertoe doet wat je kiest. En waar het vandaan komt. Lara, ben je het hiermee eens? Hebben we de juiste dingen aangetikt of heb je nog toevoegingen? Nou, zeker. En ik denk ook wat jij net noemde, hè, van het wordt heel vaak gezien, of het werd altijd zo gezien als dat is Europees beleid, dat is landelijk beleid. En dat het ook een lokaal belangrijke beleidsthema is, dat is vaak nog een beetje onbekend. Maar dat is ook ontzettend hard nodig, dat ook de gemeentes zich daarvoor inzetten. En die kunnen daar ook heel veel in, maar dat is... Ja, dat is nog best wel onontdekt eigenlijk. Want jij pleit voor een soort van systeemverandering, of niet systeemaanpak op voedsel. Kan je daar wat over vertellen hoe je dat voor je ziet? Ja, nou ja, ik denk dat dat best wel een soort van... dat daar redelijk wat consensus over is inmiddels. Dat we om de uitdagingen die we nu hebben in het voedselsysteem... om die op te pakken echt als één systeem. Hè. We hebben vaak genoeg gezien dat economisch beleid... dat dan weer juist tegenwerkt tegen gezondheidsbeleid. En daar moeten we van af. We moeten dat niet meer zo verkokerd aanpakken, maar echt als een systeem. En je ziet ook dat er best wel al wat provincies, zoals bijvoorbeeld Noord-Holland en gemeentes, daar heel goed mee aan de slag gaan. Alleen de valkuil daarbij is dat juist door die systeembenadering en die complexiteit, dat daardoor geen keuzes worden gemaakt. En dat er wordt gezegd, we moeten overal aan werken, we moeten iedereen erbij betrekken, we moeten dat heel participatief doen. En dus krijg je beleid waar eigenlijk alles in staat. En dat wordt dan systeembeleid genoemd. En dan heel vaak met de beste bedoelingen. Ja. Alleen wat je krijgt is dat er dus niet wel een systeembril wordt gebruikt. Maar dat er alsnog moeilijke politieke keuzes worden gemaakt. Over waar gaan we nou precies voor? En waar gaan we nou mee beginnen? Dus jij zegt eigenlijk dat zo'n systeembeleid betekent. Ga nou doorbreek die kokers. En laat kokers met elkaar praten. Maar dat betekent eigenlijk dat... een boer in Wormer meedenkt en eigenlijk bewust meeproduceert aan die gezonde lunch voor een schoolkind in Almere. Ja, zeker. Dus dat je echt weer van boer tot bord of van grond tot mond, dat hele systeem, al die schakels en ook al die verschillende waarden, dat die weer veel meer met elkaar in balans zijn. Dus dat het niet alleen om productie of alleen om één onderwerp gaat, maar dat je echt kijkt, gezond voor de omgeving, gezond voor de mens, gezond voor de economie. Gezond voor de dieren, gezond voor de arbeidsomstandigheden van degene die het geproduceerd heeft. Dus die schakels, die thema's en die verschillende waarden, dat weer veel meer met elkaar in balans is. Ja,
klinkt logisch. En toch heb ik hem nog niet scherp genoeg. Maar dan gaan we even kijken. Misschien dat Jan-Willem van der Schans, jij bent van de Taskforce Korte Ketens, me daar bij kan helpen. Laten we eerst maar beginnen. Wat zijn korte ketens? Waar hebben we het dan over? Is het dan zo simpel als gewoon boord op bord is in zichtlijn? Ja, je kan het heel simpel maken, je kan het heel ingewikkeld maken, maar de simpele versie is dat er 0 of 1 schakel tussen de boer en de consument zit. Dus 0 is de boer verkoopt het rechtstreeks aan de consument, bijvoorbeeld vanuit zijn boerderijwinkel. En 1 schakel, dat is van er zit nog een groothandel tussen of er zit nog iemand tussen, maar er is wel degelijk contact tussen de boer en de consument, zeg maar. Dat zijn korte ketens. Dus bij korte ketens is zo'n type melkpak wat je in de supermarkt kan kopen, waar gewoon de boer op staat, wat eigenlijk een soort van direct bij de boer vandaan komt. Ja, precies. En dan moet je altijd heel goed gaan checken, maar dat doen de mensen, zeg maar, zoals ik, die hier in gespecialiseerd zijn, of dat verhaal van die supermarkt ook klopt. Dat is niet altijd zo, maar je ziet tegenwoordig wel heel veel initiatieven waarbij het ongeveer wel klopt. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik het inderdaad niet check. Al had ik laatst hier in een eerdere aflevering van Ruimte, Ruimte, Ruimte aan tafel, in deze tafel, toevallig een van de boeren van de heren van Amstel, of de boeren van Amstel. Ja. En ik geloofde hem in dat geval op zijn blauwe ogen dat hij dat inderdaad ook deed. Maar inderdaad, de meeste mensen zullen dat dus niet checken. Niet controleren. Nee, het is inderdaad momenteel ook een populair verkoopargument, want het appelleert aan solidariteit, hè, dus de lokale boerenstand die we proberen te ondersteunen. Dus je ziet ook nu grote partijen die erop meeliften, maar de boeren van Amstel zijn wel degelijk boeren die uit het Amstelgebied komen. En dat initiatief is, voor zover ik kan beoordelen, helemaal op en top in orde. Gelukkig. En hoe zie jij dan die ketens als onderdeel van zo'n systeem? Dus kan jij het concreter maken hoe we dat systeem dan anders aan kunnen pakken? Als ik de discussie tot nog toe hoor, dan is inderdaad dat de enorme complexiteit die Jaap Seidel beschrijft. En Lara die heeft het, zeg maar, over dat systeemperspectief. Dan brengt die korte keten juist, zeg maar, in beeld de actoren die ook wat kunnen doen en die ook verantwoordelijkheid nemen. Dus het is niet een afschuifsysteem van, ja, ik moet van de aandeelhouders die ergens in Amerika zitten, moet ik altijd de laagste prijs bieden. En verder heb ik geen belang bij waar jullie mee bezig zijn. Maar die korte ketens, die scheppen een vorm van verantwoordelijkheid. Dus aanspreekbaarheid. Dat is denk ik een heel belangrijk. Want anders dan wordt het een heel complex verhaal. En dan zit iedereen naar elkaar te kijken. Maar als je die korte ketens gaat afpellen, dan zie je gewoon besluitvorming die je kunt beïnvloeden. Ja, dus die dichtbij en het zijn redelijke handvaten om dat in te pakken. Maar dat is ook wat jij bedoelt? Ja, zeker. Ja, dat korte keten is een van de onderwerpen waar waaraan gewerkt moet worden. Maar bijvoorbeeld gezonde voeding ook, zeker. En, maar betekent dat dus ook dat als je een gezonde leefomgeving, want die heb ik nog niet helemaal scherp, daar denk ik dan aan dat er geen snackbar om de hoek is van een school. Is dat het? Of is het nog, gaat het dieper? Misschien dat. Heb jij daar zicht op? Of heb je... Ja, ga je gang daar. Maar... Nou ja, dat kan. Maar ik denk het belangrijkste is vooral ook dat er dat beide opties beschikbaar zijn. Dat je zowel kunt kiezen voor de salade als voor het frietje. En op heel veel plekken is die optie er niet eens meer. Als je door een stationshal loopt of zo, dan heb je niet eens die eerlijke keuze. En ook als je kijkt naar de beprijzing. Ja, dat is het met name ook. Hè? Dat is... Voor tieners is het, als je het over de snackbar om de hoek hebt, is dat niet alleen aantrekkelijk omdat het dichtbij is, maar ook omdat de gezondere keuze is bewerkelijker, is duurder. Is minder lekker misschien. Minder lekker, weet je. Het zijn allerlei redenen om op een bepaald moment, hè, die verleidingen van die ongezonde keuzes, dat gaat heel diep. Hè. Dat stimuleert ons brein om die keuze te maken, want het is vet en zout en zoet en enzovoorts. Hoe meer je ook mensen steeds verleidt om die ongezonde keuze, door het ook nog eens heel erg aanwezig te maken en goedkoop en ook nog eens heel gemakkelijk en hapklaar, ja, dan zijn die switch naar een gezondere, meer duurzame keuze is bijna niet te doen. Dus je moet dat weghalen, maar je moet die gezondere, wel duurzamere keuze natuurlijk ook heel aantrekkelijk maken. En qua prijs en
werkelijkheid en smaak en dat soort dingen, zodat het kan concurreren. Maar nu zit hier in de zaal verschillende kandidaten voor de gemeenteraad, gemeenteraden van verschillende gemeentes. Maar raad je hun dan aan om dat te doen? Of wanneer jij zegt, zorg dat er balans is, dat allebei goed aangeboden is. En eigenlijk zeg jij, doe de rest weg. Ja, je moet de rest weg doen. Dat is echt, we hebben dat onderzocht. En zodra je die beide keuzes nog aanwezig laat zijn, dan kiezen mensen intuïtief eigenlijk steeds weer voor die ongezonde keuze. Is het dus zelfs als het even duur is? Ja. Oké. Okay. Ja, als je een kind laat kiezen tussen een appel van een euro en een mars van een euro, ja, dan is het allemaal niet zo ingewikkeld. Ja. Is dit ook het type onderwerpen wat jullie naar voren krijgen in de voedselvisie? Of is het te diep? Wij gaan, dat is eigenlijk te veel op de stoel van de gemeente zitten. Als wij gaan bepalen als provincie waar een gemeente in een snackbar of niet plaatst, dan gaan we te veel in hun optreden. Nee, die snap ik. Dus we gaan wel ook voor gezond voedsel, is ook een van de thema's. Bewustwording natuurlijk, van weet wat je kiest. En ook, dat daar hebben we wel weer het Rijk voor nodig, true pricing, van zorg nu ook dat het niet goedkoper is in ieder geval om een frietje te eten in plaats van groenten. Overigens hebben we wel hele goede frietaardappelen in Noord-Holland. Dus dat af en toe zou dat ook moeten kunnen. Dat kan natuurlijk wel duurzaam zijn. Maar het gaat met name ook om wat wij dan vaak noemen de eiwittransitie. Van veel dierlijke producten naar meer plantaardige producten. En het is nu zo dat de plantaardige vleesvervangers veel duurder zijn dan het vlees. Ja. En hoe kan dat nou dat vlees zo goedkoop is? Vanwege allerlei subsidies die het Rijk geeft aan mensen die vlees produceren. En dat zou je moeten omdraaien. En uiteindelijk betalen wij de kosten die vleesproductie heeft op het gebied van gezondheid, maar ook milieu en stikstof enzovoort. Dus dat meerekenen in de prijs, waardoor de niet duurzame, ongezonde keuze gewoon duurder wordt, waarmee je ook de gezondere, duurzame keuze kunt subsidiëren, dat is eigenlijk true pricing. Ja, en er is nog iets wat het nog moeilijker maakt, eigenlijk die gezonde voedselomgeving. Zoals Ilse zegt, daar gaan de gemeentes over. Hè? Alleen nu hebben ze niet eens de juiste instrumenten om dat te kunnen reguleren als ze het zouden willen. Want de wetgeving de wet en regelgeving rondom horeca, die is eigenlijk heeft als doel die openbare orde en niet de gezondheid. Dus een gemeente kan geen onderscheid maken tussen een ijswinkel en een saladebar. Hè. Dat valt dus in dezelfde categorie. Zelfs als ze het willen, maar dat is best wel slecht nieuws voor de mensen hier die het aan zouden pakken. Dat betekent dat ze goed nieuws dat er weer verkiezingen aankomen. Want dit is nou echt iets om op in te zetten. En er is al wat lobbywerk door. Maar dat kan dus wel lokaal gebeuren. Jazeker. Ja, dat is nodig dat ze die instrumenten krijgen. Ja. Ja. We hebben jou nog niet gehoord. Nee, maar ik heb goed geluisterd. En iedereen die met mij meegeluisterd heeft, die snapt direct dat voedsel een complex onderwerp is. En het gaat niet alleen om consumenten, het gaat niet alleen om producenten, maar het gaat om beide. Het gaat om beide. En ik zit namens Slow Food hier aan tafel. En Slow Food is een internationale beweging die al heel lang dat aspect in de gaten heeft. Is ook een organisatie waarin beide doelgroepen vertegenwoordigd zijn. Want samen kunnen we dat onderwerp voedsel veel beter op de kaart zetten. En het heeft ook zin om over voedsel te spreken. Je kunt het hebben over landbouw en dit gaat niet goed en dat gaat niet goed. En je kunt het hebben over wat consumenten verkeerd doen en verkeerde keuzes maken. Maar waar het om gaat is dat je, als je over het onderwerp, het begrip voedsel spreekt, is dat er een verantwoordelijkheid in schuilt voor beide zijden. Zowel voor de producenten als de consumenten. En daarom zouden we er goed aan doen als we veel vaker samen optrekken. En dat gebeurt ook. De politiek pakt daar langzamerhand ook de handschoen mee op. Maar ze kunnen nog heel veel steun gebruiken. En daarom heeft Slow Food ook politieke aanbevelingen voor de gemeenteraadsverkiezingen geschreven. Dat zijn hele eenvoudige, laagdrempelige aanbevelingen. Elke politieke partij kan daarmee aan de slag, kan eruit pakken wat hem aanspreekt. We zullen ze zo misschien nog wel even doorlopen. Precies. En dat is heel bevorderlijk voor voedselbeleid die lokaal binnen gemeentes vorm kan krijgen. Nou, fijn. Ilse, ben ik nog benieuwd naar ben. Wat denk jij dat de grote uitdagingen, los van natuurlijk de gezondheid en al die punten waar we het net over hadden, wat zijn voor jou de grote uitdagingen in de komende 4 tot 8 jaar op dit dossier? Een van de grote uitdagingen is natuurlijk, hoe krijgen we al die
partners in die keten ook samen richting dat duurzaam voedselsysteem. Wat ook een hele belangrijke opgave is hebben we genoeg grond om, nou, daar werd net ook al wat over gezegd, ja, om alleen al Amsterdam te voeden hebben we volgens mij 117.000 hectare nodig. Wij hebben in Noord-Holland 127.000 hectare. Dus nog een keer, dus alleen voor Amsterdam, hoeveel heb je nodig? 117.000. En hoeveel hebben we in Noord-Holland? 127.000. Dus we hebben bijna heel Noord-Holland, voor de MRA 324.000. Dus die rekensommen die zijn heel eenvoudig te maken en daarin moeten we ook veranderen. Maar dat betekent ook weer een groot deel bijvoorbeeld van ons areaal wordt nu gebruikt voor veevoeding. Ja. Als we allemaal plantaardig gaan eten, nou, dat werd net ook al gemeld, ook ben ik een voorstander van om dat meer te stimuleren. Dan hebben we dus ook weer meer ruimte om andere gewassen te telen. Maar dat vergt zoveel ook, het is eigenlijk wel een transitie die heel urgent is. Maar wel ook een van de lange adem, omdat er zoveel verandering nodig is op al die vlakken. En daarom is het denk ik heel belangrijk dat we, en dat zei jij ook, met alle verschillende partijen, de overheid, het bedrijfsleven, de consument, de producent, samen gaan werken naar die duurzame toekomst. En dan kan het heel mooi zijn. Wat zo fijn is in dit gesprek is dat we hebben in deze serie vaker dit soort gesprekken natuurlijk. Uiteraard, daarom heet die serie ook Ruimte, Ruimte, Ruimte. Maar we hebben bijvoorbeeld met datacenters over datacenters gesproken. En daar blijkt inderdaad, daar is ruimte voor nodig. We hebben het gehad over energietransitie. En daar blijkt iets ruimte voor nodig. We hebben het gehad over woningbouw. Daar is ruimte voor nodig. Ook al blijkt dat heel veel binnenstedelijk kan, maar nog steeds, er is ruimte nodig. Voedsel is ruimte nodig, maar al die punten vragen dus ruimte. Ja. Klimaatadaptatie. Maar wat ruimte. We doen is natuurlijk die ruimte die we nu hebben voor voedselproductie. We gebruiken het en voor veevoer. Ja. Maar we gebruiken het ook voor groente en fruit in Noord-Holland. Ik weet niet precies, maar ongeveer 90-95% wordt geëxporteerd. Dus we gebruiken het ook niet zelf. We hebben intensieve veehouderij, waarbij wij met de mest en de ellende blijven zitten en waarbij het vlees geëxporteerd wordt. Vervolgens moeten wij weer heel veel importeren. Dus dat systeem dat schakelt gewoon op alleen maar vanwege economische motieven met gesleep van voedsel over de hele wereld, waardoor ook die ruimte die er is niet goed gebruikt wordt. Maar dat betekent dus, als ik dit zo hoor, dat er dus voor de lokale politiek zo meteen dus echt knoppen zijn om aan te draaien om echt die omgeving anders in te richten. Ja, en ook nog in de stad, hè? Dus in de stadslandbouw, je kunt op daken voedsel verbouwen, je kunt in gebouwen voedsel verbouwen, je kunt verticale landbouw hebben, je kunt van alles. Dus je moet een beetje creatiever zijn dan alleen maar akkerbouw. Dus dat, Zeker, en onderschat ook niet wat inwoners zelf kunnen bijdragen. We hebben heel veel creatieve inwoners, we hebben heel veel creatieve ondernemers. Schakel ze in, laat ze meedenken op tijd. Laat niet alleen de politiek bepalen hoe goed ze het ook bedoelen, maar ze kunnen onmogelijk alle aspecten goed meenemen. En die afweging, oké, die ligt uiteindelijk bij de politiek. Maar combineren van functies, slimmer ruimtegebruik, dat zijn echt goede oplossingen met potentie. En de omgevingswet gaat daar hele mooie kansen voor bieden. En dat is nog een lastig, wat abstract begrip, die omgevingswet. Maar dat is snel in ontwikkeling. En daar kunnen vooral inwoners en ondernemers, maatschappelijke organisaties, ontzettende goede rol in spelen. Dus en omgevingswet, daaruit komt de omgevingsvisie, die omgevingsvisie. En zegt dat goed zo? Mm-hmm. Ja. En je hebt een provinciale omgevingsvisie, maar er zijn ook gemeentelijke omgevingsvisies die gaan over hoe richt je de omgeving in. Ja. Duidelijk. Komt veel meer van onderop. Ja. En dus zijn we ook op zoek, ook als overheden, en dat is ook zo mooi aan zo'n netwerk als Voedsel Verbindt, om ook de praktijkvoorbeelden uit de samenleving, om die ook zichtbaar te maken en die ook een kans te geven en daar ook mee in gesprek te trekken om in die zoektocht naar ruimte ook daar een kans te geven. En daar staan wij denk ik als provincie in ieder geval voor open en ik denk dat gemeenten dat ook doen. Er zijn hele leuke initiatieven ook voor heren, boeren, waarbij je dan als lokale inwoners kun je daar een abonnement hebben en dan komt er een boerderij waar je dat kan ophalen. Nou, die zoeken ook ruimte. En dan denken wij als provincie natuurlijk ook mee van wat zou nou een goede plek zijn. Dus, en hoe kom je daar dus inderdaad op andere dossiers? Dus ook bijvoorbeeld met landschapbeheer, kun je dat dan in koppelen? Ja. Ik wil naar Jan-Willem gaan. Jan-Willem, ja. Op die korte ketens, waar zie jij echt nou kansen om die dynamiek rond die korte ketens te versterken? Waar zie ik kansen om de dynamiek te versterken? Ik denk dat, we moeten voorkomen dat die korte ketens een soort exclusief iets worden voor de
Amsterdammer die zeg maar dat ook kan betalen. We moeten het toegankelijk gaan maken, ook voor lagere inkomens. Jaap had het er ook al over. Dus er moet veel meer geïnvesteerd worden in de toegang tot het verse voedsel van dichtbij. Dus dan denk ik aan openbare markten, dan denk ik aan gemeentelijke inkoop, waardoor stromen dikker worden en het goedkoper wordt om die stromen logistiek in de stad te brengen. En dat systeem dat moet toegankelijker gemaakt worden, ook voor mensen met een kleine beurs. Duidelijk. Ja, voor de mensen thuis, het beeld van Jan Willem loopt helaas vast, maar gelukkig over zijn stem nog wel. Maar dat betekent dus inderdaad ervoor zorgen dat dus die korte ketens echt iets is voor iedereen. En dat het toegankelijk is en dat die eigenlijk wat het vroeger was, dat je dus naar de boer gaat om... Ja. Maar ook dat dus de supermarkt lokaal eten bij elkaar. Ja, maar ook dat het maar de olifant in de kamer is wel eigenlijk de grote aanbieders, de multinationals van dat ultrabewerkte gemaksvoedsel. Hè? Die blijven dominant aanwezig zijn en die moet je ook weren uit dat systeem. En daar kan gemeentelijk beleid heel erg toe bijdragen. Want er zijn heel veel kleinschalige initiatieven, maar die hebben meer moeite om in de picture te komen. En ik denk dat het een rol is van gemeentes om daar oog voor te hebben, open voor te staan en dat te stimuleren. Nou, dat is maar één van de aanbevelingen die we doen, maar zo zijn er talrijk te noemen. De gemeentes kunnen echt een grote rol daarin spelen. Want we gaan zo naar die aanbeveling met een andere grote olifant in de kamer. Ik ben even kwijt hoe je dat dan precies noemt, maar u dat net zei. Maar is de prijs natuurlijk, want het is wel leuk te zeggen, het moet toegankelijk zijn. Maar je hebt het ook over true price en die dingen gaan natuurlijk niet samen. Dat kan wel heel goed samen. Ja. Hoe dan? Door de gezonde keuze te subsidiëren, zodat de lagere inkomens juist ook die gezonde duurzame keuze. En is dat dan iets voor de gemeentes of is het iets voor het Rijk? Het is eigenlijk iets voor het Rijk. En dat staat ook en het moet ook Europees beleid en het moet eigenlijk ook doorgevoerd worden op grotere schaal. Hè, het kan ook lokaal worden doorgevoerd. Natuurlijk kun je dat ook doorrekenen. Wat het aan de gemeente kost allemaal, aan externe kosten, die hele voedselproductie en consumptie, die alleen maar gericht is op aandeelhouders, zeg maar zeggen, van grote voedingsmiddelenbedrijven en de landbouw. Ja, die moet op een andere manier worden ingericht, moet afgerekend worden op zo min mogelijk impact op milieu en volksgezondheid. Dat betekent dus een actief politiek beleid op voedsel. Ben je het daarmee eens? Ik denk zeker dat gemeenten daar ook in kunnen bijdragen. Wel als je het hebt over belasting of bijvoorbeeld een 0% btw-tarief, groente en fruit. Super goede ideeën. Daar gaat de gemeente natuurlijk niet over. Nee. Maar het inkoopbeleid van een gemeente, het goede voorbeeld geven, dat soort dingen. Subsidiëren van zo'n schoollunch bijvoorbeeld. Subsidiëren van schoollunch, sportkantines, de jeugdsportsubsidieregeling wordt vaak door gemeentes gesubsidieerd. Dat is een regeling om sport te stimuleren. Maar ik denk dat je hem in het soort van licht van deze tijd misschien meer zou moeten zien als een subsidie om gezonde leefstijl te stimuleren. Dus niet roken op de sportvereniging en ook die gezonde kantine. Zo kunnen dat soort dingen veel meer... Maar dat ben ik ook met je eens. Want voedseltransitie is eigenlijk ook een financiële transitie. Als je ziet hoe nu financiële stromen lopen, wat de rol van banken is, wat de rol van grote vermogensbeheerders is, dan is daar echt wel ruimte voor verbetering. Ik wil even naar dit document van jou. Dat heb je inderdaad uitgedeeld aan iedereen hier. En er zijn twee onderwerpen die triggerden. Zorg dat gezond voedsel de norm wordt. Nou, daar hebben we het nu uitgebreid over gehad. Volgens mij hoeft dat niet verduidelijk te worden. En denk lokaal en in mogelijkheden. Want waarom is dat iets wat die gemeenten zouden moeten doen? Nou, omdat voedsel is iets wat heel dicht bij mensen staat. En Jaap gaf terecht aan dat het wel lijkt alsof het van ver weg komt, geen waarde heeft, uit fabrieken komt. Ja. Maar voedsel wordt geproduceerd door mensen. En onze producenten zitten vaak nu in de anonimiteit, maar ze leven om ons heen, ze leven tussen ons in. Dus laten we dat op waarde schatten. En daarmee bedoel ik dus een hogere waarde schatten dan tot nu toe. Dat is het wel interessant, want inderdaad dat gesprek waar ik net naar refereerde met twee boeren en later dan politiek in Noord-Holland over landbouw. Daar was een van die, bijvoorbeeld een boerin uit de buurt van Hoorn, die was zeer passioneel over haar vak. Zij zegt ook, laat mij ondernemen. En ik wil dus helemaal geen subsidies. Ik wil helemaal geen bemoeienis van de overheid. Ik wil gewoon iets moois maken en dat verkopen.
Ja, maar daar moet de overheid wel voor faciliteren. Want als de regelgeving of wetgeving is die belemmerend werkt, dan span je het paard achter de wagen. Maar daar zijn echt heel veel mogelijkheden. Dus denk in mogelijkheden, jongens. Denk in mogelijkheden. Jan-Willem is via geluid benen nog steeds. Helaas werkt je beeld niet, maar dat is natuurlijk deze COVID-tijd als mensen op afstand hebben. Sorry. Ja. Ik ben blij dat je bij ons kan zijn op deze manier. We hadden het net over die korte ketens en we hadden het over de dynamiek en het versterken van die kansen. Hoe luister jij naar dit pamflet eigenlijk? Hoe heb je daarnaar geluisterd? Nou, ik vind er staan alleen maar zinnige dingen in. Dus ik ben heel blij dat eigenlijk is dit een keer gemeenteraadsverkiezingen, waarbij zeg maar de beweging die zich met voedsel, kwaliteit van voedsel bezighoudt, op tijd erbij is om zeg maar de politiek te informeren. Daar ben ik eigenlijk best wel goed over te spreken, dat wij met z'n allen nu bezig zijn dit te agenderen. Want meestal komen we te laat en zijn beleidsprocessen al lang gaande. En dan mogen we nog een keertje wat commentaar in de kantlijn geven. Maar ik complimenteer de organisatoren. En jullie, en Amsterdam is niet de enige stad. Er zijn ook andere steden in Nederland die voedseldebatten hebben voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, dat stemt mij eerlijk gezegd wel positief. Ja, nou, dat vind ik echt heel leuk om te horen natuurlijk. En het is ook goed om te zeggen dat deze politieke aanbevelingen niet alleen naar de gemeente Amsterdam zijn gegaan, maar het hele land door zijn gegaan. Ja. We hebben tot nu toe soortgelijke enthousiaste reacties gekregen. Dus dat is heel erg leuk om te horen. En wat zeg je dan tegen mensen die zeggen dat is allemaal leuk, maar dat is gewoon een enorm wollig links verhaal? Nee, hebben enorme roze bril op en we moeten gewoon de wereldbevolking voeden en we hebben zo meteen 10 miljard mensen en we moeten gewoon doorgaan met die oude manier. Nee, dat kan niet. Nee. Dat kan dus niet. Nee, dat kan dus niet. Nee. Want dan moeten we 3-4 keer zoveel gaan produceren als we nu doen. Als iedereen zoveel vlees wil eten als wij nu doen. Als iedereen zoveel van dat goedkope gemaksvoeding. En bovendien wordt de helft van de Nederlanders is chronisch ziek door ongezonde voeding. Die heeft ook een slecht werkend immuunsysteem. Die liggen nu ook met COVID in het ziekenhuis de afgelopen tijd. Dus we moeten, als je naar een duurzame, gezonde samenleving wil, moet die voedselproductie, dat hele systeem, anders worden ingericht. Dus het moet zowel voor de ruimte als het is best wel een slechte idee om dat ongezond zijn. Dat is het beeld inderdaad van iemand die zowel obesitas heeft als ondervoeding. Dat is en ondervoeding, ja. Het meest treurig beeld wat je kan hebben. Die combinatie. Mag ik nog iets zeggen inderdaad? Want kijk, wat wel aan de hand is, is ook al is de provincie zeg maar bezig een omslag te maken van landbouwbeleid naar voedselbeleid, de problemen van obesitas waar Jaap het over heeft, die zijn in de stad Amsterdam, maar dus ons belastinggeld komt via Brussel, via het gemeenschappelijk landbouwbeleid, bij de provincies uit. En ik zou ook willen dat de stad die zeg maar de problemen heeft, en de provincie die eigenlijk de middelen heeft vanuit Brussel, dat er meer samengewerkt werd. Je ziet nu dat dat geld soms op het platteland blijft steken, terwijl dat geld uit Brussel, dat willen wij ook inzetten om het stedelijke voedselsysteem te veranderen. Dus dat is even een puntje. Misschien kunnen de mensen daar commentaar op geven. Ik zie dat de geld nog niet doorstroomt naar waar de problemen werkelijk zitten in die wijken. Ilse, dat is een mooie oproep. Je bent natuurlijk zowel gedeputeerde als inwoner van Noord-Holland, als inwoner van de metropoolregio Amsterdam. Klopt. Dus drie petten in één. Ben je het mee eens? Ik hou me ook nog bezig met het gemeenschappelijk landbouwbeleid, ook namens de provincies. En ik ben het eens dat de Europese subsidies voor landbouw ook moeten bijdragen aan dat duurzame voedselsysteem. En dat doen ze op dit moment nog niet. We gaan een enorm belangrijke stap maken. En dat moet ook verder doorgroeien. En vervolgens denk ik, waar ik het ook mee eens ben, is dat we veel meer die verbinding moeten zoeken tussen de stad en het omliggende landelijk gebied waarin ons voedsel wordt geproduceerd. En wat ik ontzettend mooi vind aan dit is dat we heel veel lokale initiatieven in de stad, maar ik zou ook de stad willen oproepen om af en toe even buiten de stadsgrenzen te gaan kijken. En ook juist de grootschalige productie van duurzaam voedsel, daar is ook niets mis mee. En met alleen maar lokale producten, productie in de stad, stadslandbouw, ben ik een ontzettende voorstander van. Dat is namelijk ook heel goed voor die bewustwording. En, maar er is ook nog veel meer daaromheen.
En ja. Die verbinding zou ik ook heel graag met de MRA willen maken. En dan zou je ook naar concrete voorbeelden kunnen noemen. Hè? Want het verhaal is heel goed, maar wel algemeen. En dus ik denk aan een initiatief als die Lutkemeerspolder. Waar je dan nu plat moet en dat moet geasfalteerd of wat dan ook. Of er moet een distributiecentrum komen. In plaats van de voedselproductiefunctie die het nu heeft voor Amsterdam of kan hebben. En dat, daar kunnen dus, je kunt concrete plekken aanwijzen. Er zijn heel veel gebieden rond de stad die nu gebruikt worden voor export dan wel andere zaken, veevoer of wat dan ook. En die kun je ook gebruiken om de Amsterdammer te voeden. Ja, terecht. En lokaal is ook maar een relatief begrip. Hè. Je kunt ook zeggen regionaal. Maar, metropool. Ja, maar probeer niet een hek om je eigen gemeente te zetten. Ja, al helemaal niet. Daarom we hier de metropoolregio bij elkaar proberen te brengen over dit gesprek. We hebben de boeren van Amstel, we hebben de Beemster. Daar zijn ook echt wel prachtige ontwikkelingen, ook in die duurzame landbouw. Die ik ook heel graag aan de inwoners van de stad in die wijken zou willen laten zien. Ja. Dus ja, als de kinderen ook af en toe daarheen. Ja. Volgens mij is dat een mooie uitdaging ook voor volgende gesprekken. Het enige wat we nog terugkomen over dat zelf produceren, want het is dus zo simpel. Het is leuk om tomaten te kweken op je balkon. Ik doe het niet, want mijn balkon zit minder op Noorden. Dat doen de tomaten het niet zo goed. Maar ook heel veel mensen hebben er natuurlijk geen tijd voor, vinden het niet leuk. En al zou het op Zuiden zijn geweest, mijn balkon is bij ruimschoots niet groot genoeg om daar tomaten op te kweken, dat ik daar ook echt van kan eten. Wel een keer, maar niet structureel. Dus dat betekent die grootschalige landbouw moet, dat is jouw pleidooi, om dat echt gewoon... Die hebben we ook dat nodig. Moet natuurlijk ook, ja. Zeker, maar begin ermee om te stoppen met het hele jaar door tomaten te willen eten. Dat scheelt al heel veel. Ze zijn zo lekker. Ja, je kan het ook omdenken. Hè? Want als je staat even stil bij hoe ontzettend weinig moeite wij hier hoeven te doen voor onze eerste levensbehoeftes, schoon drinkwater, en onze tweede voedsel. Daar hoeven we eigenlijk nauwelijks iets voor te doen. En hoe vreemd is het eigenlijk dat we daar ook zo weinig moeite voor willen doen. Ja. En daarvoor ook de waarde niet van inzien. Precies. Ja. We zijn bijna aan het einde van dit eerste deel. En ik ben eigenlijk nog wel benieuwd, hebben we iets, ik wil jullie alle vijf even nog langs, want hebben we iets gemist. En ik wil beginnen met Jan Willem. Wat is nou je laatste grote oproep nog aan deze kandidaten die we in het tweede deel van dit programma gaan bespreken, mee gaan spreken? Wat wil je ze echt meegeven? Wat mogen ze absoluut niet vergeten? Nou, dan ga ik toch zeggen iets wat al aan de orde gekomen is. Maar ik woon zelf in Rotterdam. Ik zal het één keer zeggen vanavond. En Amsterdam heeft als stad een enorm mooie layout, een ontwerp, waardoor zeg maar het platteland heel dicht in de stad komt via die scheggen. Ja. En je moet echt qua ruimtelijke ordening dat behouden en daarop voortbouwen. Dus dat Lutkemeer verhaal, wij kijken vanuit Rotterdam met verbijstering dat zeg maar Amsterdam die scheggenstructuur laat verloederen. Want het is iets om trots op te zijn als stad. Dankjewel. Om dan met jou te beginnen, heb je wat is jouw oproep aan deze kandidaten? Wat zou je ze echt mee willen geven? Ik zou ze mee willen geven om eens even anders te kijken naar het hele voedselsysteem. En niet bang te zijn om dat te zien als verantwoordelijkheid in plaats van betutteling. En dat die omslag eens een keertje te maken in de volgende collegeperiode. Het is niet leuk dat al deze mensen het over hebben. Maar dit is echt iets wat wij als gemeente ook als verantwoordelijk als zorgplicht hebben naar de overheid. Ja. Naar de burgers. Voel je verantwoordelijk in plaats van bang te zijn. Oh, dan word ik op aangesproken dat ik betuttelend ben. Want nee, we moeten dat anders zien en daar mag je ook best voor gaan staan. Duidelijk. En wat zou jouw advies zijn aan deze raadsleden, kandidaat raadsleden? Nou, mijn advies aan raadsleden zou zijn is om iets holistischer te gaan denken. Het onderwerp voedsel heeft ruimtelijke dimensies, heeft sociale dimensies, financiële dimensies. En het heeft zin om die proberen samen te pakken. En niet op één dimensie heel veel geld en energie te zetten en anderen te laten verslonsen, want dan uiteindelijk verlies je de strijd. Ja, en ik denk aan heel concrete voorbeelden. Ik heb samen met iemand in Purmerend een onderzoek gedaan naar de babygroentetas. Dat namelijk
Kinderen leren namelijk al geen groente eten. En als je het nooit geleerd hebt, dan ga je het ook niet meer doen. Baby's gaat het dan over, van 4 tot 6 maanden. Mm-hmm. En we zien dat Purmerend dat nu heeft overgenomen. Want het leveren van lokaal geproduceerde groenten aan ouders van jonge kinderen, ook met een laag inkomen, dat kost helemaal niet veel geld. En dat levert heel veel meer groenteconsumptie op en meer waardering van kinderen al, zodat ze dan al vroeg aangeleerd krijgen om gezond en duurzaam te eten. En ik denk dat dat soort hele concrete voorbeelden, die weinig geld kosten en weinig tijd, maar wel heel veel bereiken, dat soort initiatieven eigenlijk ook gewoon door gemeenten moeten worden ingevoerd. Mooi. Ilse, tot slot jij. Ja, het is al heel veel gezegd, maar ik zou zeggen, haal het voedsel uit de omgeving, de stad in, de wijken in en in connectie de scholen. Met buiten. Precies. Mooi, dank jullie wel. Mogen ze de kandidaatraadsleden jullie later allemaal bellen, mailen, andere manier benaderen en stalken over advies? Tuurlijk. Fijn. Zeker. Dan is dit het eerste deel van de voedselverkiezingen. Dit was een aflevering van Ruimte, Ruimte, Ruimte. Zoals jullie voor ons gewend zijn, zijn we uiteraard door. Deel 2 zo meteen. Dus voor de mensen die nu op Salto kijken, ga over naar dezwijger.nl. Mensen die op AT5 kijken, binnenkort, ik ga het zo hier in beeld, komt het. Is de tweede deel van de uitzending, gaan we uitzenden op AT5. Dus ga dat ook kijken. Mocht je niet kunnen wachten, kan je uiteraard nu ook al kijken op YouTube. Pakhuis de Zwijger gaat door met allemaal prachtige programma's. Waaronder ook verkiezingsprogramma's in de serie Ruimte, Ruimte, Ruimte. En dan hebben we bijvoorbeeld Kiezen voor Ruimte over ruimtelijke ordening in steden. En dat is, en dan moet ik heel even spieken, misschien dat we het in beeld kunnen brengen. Ik zie hem niet. Kunnen we schakelen? Dat is op... Op 23 februari en op 3 maart hebben we het over de bereikbare metropool. Ik hoop normaal gesproken krijg ik dat vol in beeld en dan kan ik het goed zien. Maar op dit moment is het iets te klein om te kunnen lezen. Ik heb vanavond gesproken met Ilse Zaal, gedeputeerde van Economie, Landbouw en Bestuur van Noord-Holland. Met Lara Stibbing, beleidsadviseur voedsel. Met Jaap Zadel, hoogleraar voeding en gezondheid van de VU. Met Ernst Hart, voorzitter politieke werkgroep Slow Food Nederland. En helaas zonder beeld, aan het begin hebben we hem gezien, maar met Jan-Willem van der Schans, co-founder van de Taskforce Korte Ketens. Heel veel dank voor jullie informatie, ideeën die jullie gedeeld hebben. Wij gaan zo door. Wil je nog meer informatie, kijken op dezwijger.nl. Wil je ook ons steunen? We zijn natuurlijk altijd gratis toegankelijk. Dat willen we ook houden. Want aan de democratie kan je geen prijskaartje hangen. Maar wil je dat steunen, kan je tegenwoordig lid worden van Pakhuis. Dat kan zo door de QR-code die in beeld komt, daar te scannen. En dan gaan we, zodra het weer mag, en gelukkig mogen we morgen weer voorzichtig mensen ontvangen, gaan we mensen hier in huis met al onze leden praten over wat voor mooie programma's nog meer kunnen maken. Of wat voor gesprekken jullie zouden willen voeren met ons. Graag tot de volgende keer. En voor de mensen die blijven hangen, graag tot zo over enkele ogenblikken waar we verder gaan met deel 2. Tot ziens. Dag.
Goedenavond, welkom bij Pakhuis de Zwijger. Mijn naam is Servals en dit is Ruimte, Ruimte, Ruimte. En vanavond gaan we het hebben over de voedselverkiezingen. En wel het tweede deel van het programma Voedselverkiezingen. We hebben eerder nu vanavond voor ons net met vier experts uit de metropoolregio Amsterdam gesproken over het voedselsysteem en de gezonde voedselomgeving. Dus heel veel nieuwe ideeën binnengekregen. Misschien helemaal geen nieuwe ideeën, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, goed gesprek gehad. En we gaan nu verder praten met de verschillende kandidaten uit de metropoolregio. We hebben twee rondes. De eerste ronde praat ik met kandidaten uit Almere en uit Zaanstad. En de tweede ronde praat ik met kandidaten uit Amsterdam. Allemaal om te kijken hoe zit dat nou met die voedselsysteem. Hoe werken we samen in de metropoolregio Amsterdam? Dus al die gemeentes die bij elkaar zijn. En het lukte ons uiteraard niet om iedereen aan tafel te krijgen. Dus vandaar hebben we een selectie gemaakt. En wat is nou echt de positie van die verschillende partijen? Hoe kijken zij naar dit verhaal? Zijn ze het heel erg mee eens? Vinden ze het misschien onzin? Gaat het niet ver genoeg? Of gaat het juist te ver? Allemaal dit soort vragen komen voorbij. En hopelijk zijn we aan het einde van dit gesprek iets verder in zien hoe de voedsel speelt in de gemeenteraadsverkiezingen. En ook vooral wat dus die gemeentes en de gemeenteraden na de verkiezingen kunnen doen om onze omgeving en ons voedsel beter, gezonder, fijner nog meer te maken. Daarover spreek ik in de eerste ronde met Hanneke Veurink-Malda. Sorry, Hanneke Veurink-Malda. En jij bent van de ChristenUnie in Zaanstad. Daar sta je op de lijst. Zit je eigenlijk nu in de gemeenteraad in Zaanstad? Nee, ik ben wel steunfractielid, maar nee, ik ben nieuw. Wat is steunfractielid? Hoe heet het hier? Burgerraadslid. Oh, maar dat betekent dus dat jij, je bent niet gekozen, maar je mag wel in de commissies en zo meepraten om een beetje de fractie te ondersteunen. En dus ook inderdaad ervaring op te doen. En nu word je dan raadslid, zodat je ook in de raadsvergadering echt mee mag stemmen. Ja. Is dat de samenvatting? Ja, heel goed samengevat. Ja. Dan hebben we ook Anne de Groot. Anne de Groot, en jij bent SP of kandidaat SP voor in Zaanstad. Ben jij nu raadslid in Zaanstad? Op dit moment niet. Ik ben wel twee keer lijsttrekker geweest in 2002 en in 2006. Op dit moment ben ik lid van Provinciale Staten. Oh ja. En dan hebben we natuurlijk, jij bent eigenlijk de baas van Ilse, die we in het eerste deel hebben gesproken, of een van de 55 bazen van Ilse. Ik doe mijn best om Ilse de baas te kunnen zijn. Heel goed, heel goed. Dan hebben we ook aan tafel Marjolein Veenstra van de Partij voor de Dieren Almere. Ook welkom. Ben jij nu raadslid in Almere? Ja. Ik ben nu raadslid. Hoeveelste periode gaat dit worden als je gekozen wordt? De tweede periode hoop ik mee te mogen maken dadelijk. Super. En ook Nienke Nieuwenhuizen van het CDA, ook in Almere. Klopt. Hoe hebben jullie geluisterd naar dit, om met jou te beginnen, naar het verhaal wat in het eerste deel van dit gesprek naar voren kwam? Dus de verschillende mogelijkheden, gezonde lunch voor kinderen, maar ook juist het stimuleren van de boeren door de korte ketens neer te zetten. Ja, het is een hartstikke mooi onderwerp, denk ik. Ik vind het een heel erg belangrijk onderwerp en heel veel mooie dingen gehoord. Want heb jij zelf ook iets met voedsel? Ik heb enorm veel met voedsel. Ik ben arts. Ik ben ook een new kid in town in de politiek. Dus dit wordt mijn eerste periode. En ik mag als nummer twee aan de slag. En dat vind ik heel erg leuk. En ik vond dit echt een superleuk thema. Omdat voeding natuurlijk heel erg te maken heeft met gezondheid. En dat hebben we allemaal al besproken. Heeft ook heel erg te maken met een gezonde kat hebben. Dat hoorden we ook al zeggen. Dat als je slechte voeding hebt, heeft gelijk ook te maken met kansen en gezondheid aan zich. En tegelijkertijd is omgeving natuurlijk ook heel erg belangrijk. Ik ben iemand van de positieve gezondheid, dus holistisch. Ik hoorde net het woord ook al zeggen. Kijk naar het geheel. Voeding en is maar een klein stukje. En een gezonde omgeving is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Dus en hoe zie je een gezonde omgeving? Nou ja, een gezonde omgeving heeft natuurlijk ook alles te maken met voedselproductie. Als we het hebben over bijvoorbeeld de bio-industrie, heeft ook veel omgeving. En dan is ook een kans dat je daar ziek van wordt. Dat weten we in Brabant natuurlijk ook. Ja. Dus het is ook belangrijk dat je de productie van die voeding, dat je daar ook zicht op hebt. Dat gezond is voor mens en dier. Maar dat betekent en voor de dus, mensen eromheen. Maar dat betekent dus dat het een omgeving die is die uitdaagt, sowieso niet schadelijk is voor de gezondheid. Ja, daar begint het mee, denk ik. En anderzijds uitdaagt om gezond te handelen. Ja, en gezond te leven en vervolgens ook gezond te zijn. Dus het hangt met elkaar samen. Hè. Dus het hele systeem van
En het moeten vooral ook lekker zijn, denk ik. Dat is, dat is ook altijd fijn, natuurlijk. Hanneke en Anna, allereerst wil je iets dichter bij de microfoon zitten, zodat we inderdaad mensen thuis jullie goed kunnen horen. Om met jou te beginnen, ben je het met haar eens? Is het een taak ook van de gemeente om te zorgen voor een gezonde leefomgeving? Ja, ik ben dat helemaal met haar eens. En ik zet me daar ook altijd heel erg voor in. Ook sowieso al in de provincie. Maar ik ga me er graag in de gemeente nog meer voor inzetten. Want waar moet ik dan aan denken? Waar zou je dan voor in willen zetten? Nou ja, wat ik vooral ontzettend belangrijk vind, is dat gezond voedsel bereikbaar is voor iedereen. Dus dat ook de mensen met weinig geld gezond voedsel kunnen aanschaffen. Dat kun je natuurlijk op twee manieren bereiken. Ja. Je kunt er A voor zorgen dat zeg maar het gezonde voedsel goedkoper wordt en het slechte voedsel duurder. Dat is een belangrijke. Maar je kunt natuurlijk ook zorgen dat zeg maar, de mensen met de kleine beurs meer inkomen krijgen om gezond voedsel aan te schaffen. Ja. Dus dat is de socialistische gedachte. Hè? Ja. En hoe sta jij erin, Anneke? Nou, wat ik inderdaad ook denk is dat ook inderdaad de gemeente een belangrijke rol heeft in een gezonde omgeving. En ik denk ook dat het ook bij kinderen al begint. Ik denk dan bijvoorbeeld aan schoolpleinen of zo. Als je dan kijkt naar het gemiddelde schoolplein, dat is zeg maar een tegelvlakte met een klimrek. Even heel gechargeerd. En ik denk dat daar ook wel een wereld te winnen is. Dat kinderen ook in een groene omgeving kunnen spelen. Niet alleen op school, maar ook gewoon in de stad. Dat is ook een plek waar ze leren dat een groene omgeving normaal is, zeg maar. En ook op een schoolplein kan je natuurlijk voedsel verbouwen. Ik ken voorbeelden daarvan waar ik heel enthousiast van word. Dan zien kinderen echt van, hey, het kost moeite. Je moet echt even tijd investeren voordat er wat gaat groeien. En dat kan je dan weer in een kookles verwerken. Dan komt het dichtbij voor een kind. En dan kan je je eigen broodje met zelfgekweekte tomaten zeg maar gaan beleggen. Nou, dat is natuurlijk wat je eigenlijk zou willen. Gaat dat je eerste motie zijn voor elke schoolklas een eigen moestuin? Nou, dat is wel iets waar wij zeker ons hart voor willen maken, ja. Ja. Mooi. En Marjolein, je bent van de Partij voor de Dieren natuurlijk. Het verhaal over de voedseltransities is natuurlijk volgens mij een beetje de reden waarom jullie partij begonnen zijn. Dus het is logisch dat je hier ook mee bezig houdt. Dus die vraag hoef ik jou niet te stellen. Maar hoe heb jij geluisterd naar dat eerste uur? Oh, ik werd echt super enthousiast. Ik heb hele mooie dingen gehoord waar wij natuurlijk heel erg achter staan. Als je kijkt naar de plantaardige eiwittransitie. Het veel minder vlees consumeren en produceren. Wij hebben in Almere vorig jaar de voedselstrategie vastgesteld met elkaar. Dus we hebben met elkaar over gepraat. En er is echt nog een wereld te winnen in Almere. Dus ik ben heel enthousiast dat er nu hier heel duidelijk wordt neergelegd dat het allemaal start met een gezonde voedselomgeving creëren. En dat hebben wij nog niet, helaas, in Almere. Ik hoor best wel dingen die overeen komen tussen jullie beiden. Maar betekende dat dan het CDA en de Partij voor de Dieren in Almere het gewoon heel erg met elkaar eens zijn? Nou, vorig jaar nog niet. Maar Nienke inderdaad, die zit aan mijn rechterzijde nu en komt nieuw in de raad. Vorig jaar heeft het CDA nog bij de voedselbesprekende voedselvisie helaas met een voorstel gekomen om snackbars niet te limiteren. En ik heb het idee dat Nienke dat misschien anders ziet. Dus ik zou heel erg... We krijgen gelijk al een discussie aan deze tafel. Ja, dat was ook precies leuk, de bedoeling. Nou, ik denk dat het... we hadden het net ook al over... iemand noemde al het woord betuttelingen. Ik denk dat dat te maken heeft met... gezondheid is belangrijk. En de vraag is, hoe bereik je gezondheid? En ik hoorde aan de overkant al van... er zijn allerlei wegen naar gezondheid toe. En naar hoe beïnvloed je mensen nou... En hoe kan je mensen helpen de gezonde keuze te maken? Ik denk dat dat vooral heel erg belangrijk is. Mensen helpen de gezonde keuze te maken. Dat is weer iets anders dan een drooglegging, zullen we maar zeggen. Ik geloof daar dan weer wat minder in. Een drooglegging bedoel je in het limiteren van het aantal snackbars? Nou ja, of helemaal, dat hoorde ik Jaap Seidel zeggen van... goh, dan moet je dat helemaal bannen, zullen we maar zeggen. Ik denk dat dat niet gaat helpen. Maar ik denk wel dat we, wat belangrijk is, dat we de stadslandbouw en alle mogelijkheden die Almere heeft, dat we daar vooral ook goed houden, dat we ruimte houden om bijvoorbeeld die moestuinen te maken. Hè. Want we hebben bijvoorbeeld een motie ingediend over en vraag gesteld over schoolpleinen.
En wat je ziet is dat door de druk op woningen de schoolpleinen opeens heel klein worden. En er helemaal geen ruimte is voor die moestuinen. Dus wij hebben als CDA al meerdere gezegd van goh, ja, maar we moeten dus wel zorgen dat als we dat belangrijk vinden en dat we gezondheid belangrijk vinden en ervaring van omgaan met moestuinen, dat we dus ruimte houden voor landbouw, eigen voor moestuinen, voor volkstuinen, voor een appelboom. En dat is wel echt een hele belangrijke speerpunt. Dus dat betekent voor jullie minder verdichting in de stad om ervoor te zorgen dat die groen dat overeind blijft? Nou, aandacht voor en op maat en met name dus rond de schoolpleinen, dat we dus zorgen dat die kinderen met name ook ruimte krijgen om die ervaring te hebben van het verbouwen van en gezond kunnen eten. Anna, ik zag je ook fysiek reageren. Ja. Dus jij zit te peupelen. Ja, ik wou in de eerste plaats even ingaan op de snackbars. Want in Zaanstad wordt er nu een... is er nu de dreiging dat er een hele grote McDonald's weer bij komt in het centrum. En ja, dat is nou echt mensen verleiden tot het maken van verkeerde keuzes. Er zijn gewoon veel te veel fastfoodzaken. Betekent dat dat jij wel dus voor zo'n drooglegging bent? Ik ben voor een drooglegging, maar in elk geval voor een hele flinke regulering. Betekent dat als de SP dus inderdaad zo meteen de grootste partij wordt in Zaanstad, dat dus inderdaad het aantal snackbars naar beneden gaat? Dat betekent als er wat te stemmen valt in de gemeenteraad van Zaanstad over de vestiging van een snackbar. Of dat er misschien een initiatiefvoorstel zou kunnen komen om minder snackbars te krijgen. Dat wij daar heel erg achter staan. Ik vind het een heel voorzichtig antwoord. Zullen we zeggen, er komt een initiatiefvoorstel? Jij bent de kandidaat, ik niet. Maar ik hoor je dat zeggen en vervolgens ik vraag het door. En dan ben jij ervoor zeg maar, minder snackbars? Actief daar op handelen? Nou, ik denk dat het ook iets is wat ergens ook van onderaf moet komen. En het hangt natuurlijk heel erg samen met dat... van jongs af aan leren dat gezond eten lekker is. En ik denk, als je natuurlijk is een snackbar daarmee een verkeerd signaal. Dus je wilt niet een hele straat vol snackbars. Er moet ook wat te kiezen zijn, zeg maar. Maar dan moet het ook wel echt een keuze zijn. En juist die kosten, waar natuurlijk Anna net ook het wel over had. Als voedsel, goed voedsel, zeg maar, zo duur is. Als kind al, als je opgroeit in een gezin waar het niet betaalbaar is. Dan raak je op een gegeven moment gewend aan goedkoop gemaksvoedsel, werd het geloof ik net genoemd. En dat is wat je een kind niet mee wilt geven. Je wilt een kind meegeven dat goed voedsel lekker is. Dat het iets is waar je van geniet, zeg maar. En dat het ook de moeite waard is die er dus in zit in dat voedsel. En als je naar een snackbar gaat, dat is zeg maar voedsel waar geen... ik wou zeggen, er zit geen liefde en aandacht in. Dat kan je, ik zou erin kunnen stoppen. Maar ik denk echt, goed gezond eten, daar zit ook een stuk liefde en aandacht in. Ik denk dat je daar wel meer van zou moeten willen in je stadcentrum. Van goed voedsel. Ja. Dus, jij knikt in het nee, maar je kan het hier toch niet mee oneens zijn? Dat vroeg aanleren goed is? Waarom knikt je nee? Je was niet erg... Ik knikte nee omdat de macht zeg maar, over het vestigen van bijvoorbeeld die snackbars... die is in handen van die hele grote bedrijven die ongezond voedsel produceren. En... Maar je vindt het eigenlijk naïef wat ze zegt? Ja, een beetje wel, ja. Jij ook? Nou, het is wel bewezen. Ik begrijp wat je net aangaf. Maar het is gewoon bewezen dat een ongezonde voedselomgeving je ook heel erg verleidt. Dus als je een kind van jongs af aan leert, gezond voedsel is goed. En dat gebeurt natuurlijk ook op scholen. Maar dan lopen ze naar buiten en dan zien ze iets heel anders. En het is echt gewoon onderzocht dat als jij naar buiten loopt en je ziet allemaal lekker eten, dat het heel moeilijk is om daarvan af te blijven. En dat is de zorg. En al meer is 1 op de 5 kinderen heeft gewoon overgewicht. Ja, dat zegt volgens mij voldoende. Dus als je het hebt over limitering, daar zijn wij voor. Maar eigenlijk wat wij het allerliefste willen zien, is gewoon een goed balans. En natuurlijk... We zijn het toch eens. Ja, we zijn het toch eens. Maar die balans is nu wel heel ver... De gezonde keuze. Heel ver zoekende. Dus er is nog echt keihard werk aan de winkel om dat balans te gaan vinden. En dan toch de volgende stap. Want Almere, Zaanstad, Amsterdam, onderdeel van die grote metropoolregio... met dus ook best wel een van de grootste transportassen in Europa heb hier. Sowieso de vierde haven, dit Noordzeekanaalgebied. Grote verbindingen die over en weer gaan.
Dus er is ook echt ambitie op groter niveau. Die gemeentes werken ook samen. Sterker nog, er zijn nu hele mooie beelden van We Make the City Green. Dus ook Amsterdam en Almere, of eigenlijk Almere en Amsterdam moet ik zeggen, werken samen in, rondom de Floriade en het We Make the City Festival dat daaromheen gebouwd wordt. Hoe kijken jullie naar die ambities voor de metropool als het gaat over voedsel? Zie je ook echt kansen om samen te werken met die andere gemeenten en kennis te delen? Dan wil ik met jou beginnen. Nou, dus altijd, samenwerken is altijd goed, dus dat is makkelijk. Ja, dat is inderdaad zo makkelijk. Ja. Dat is een hele simpele. En ik denk inderdaad, waar het heel erg om gaat, is dat we nadenken over. Hè, we hadden het eigenlijk net ook al een beetje als je de boer in de Beemster en de boer in Flevoland. Maar als we dan een provincie hebben, die, ja, je hoorde eigenlijk al een beetje hun praten. Er werden de boeren in Flevoland eigenlijk helemaal niet genoemd. Dus we hebben het zo heel gek dat we dit kleine land heel erg hebben opgeknipt. Dus eigenlijk als je naar China kijkt, dan is Nederland eigenlijk heel klein. Dus laten we vooral samenwerken. En ik zie daar ook zeker kansen. Dus, en vooral het uitwisselen van die ideeën die er dan zijn. Ja, dat is natuurlijk super zonde als we dat allemaal op onze eigen gemeente weer opnieuw moeten uitwisselen. Dus ik zit wel te kijken naar hoe kan je die goede ideeën toch veel beter over de gemeentegrenzen heen krijgen. Duidelijk, Hanneke? Ja, ik zit ook wel te denken aan als je op regionaal niveau kijkt, dan kan je ook samen bedenken van wat zijn nou de vruchtbare landbouwgronden die er zijn en hoe gaan we die goed benutten? Terwijl voor het weet zit je te vechten om een stukje grond om daar dan weer een distributiecentrum neer te zetten of weer een iets wat ook weer werkgelegenheid oplevert. Dus de keuze is ook heel erg moeilijk. Maar in elk geval, je wilt niet dat je kostbare grond gaat. Daar moet je zuinig op zijn. Zeker als voedsel zoiets schaars aan het worden is. En hoe dichter bij huis je het produceert, hoe meer je er met je neus bovenop zit. Dus dat werkt eigenlijk de waardering van je voedsel alleen maar in de hand, denk ik, als je het dichtbij kan. En zo'n regio, samenwerking, wie zegt, gelukkig werken we samen. En ik hoor dan de provincie, daar denk ik, nou mooi, daar word ik enthousiast van. Dat geeft me hoop. Het is ook wel heel ambitieus. 2030 is niet heel ver weg. Boeren hebben hun bedrijf te voeren en eventjes dat veranderen is echt een hele uitdaging. Tegelijk moet je ook ambitieus zijn. Dus wij hopen heel erg dat dat kan. Gaan jullie dan ook echt concreet samenwerken met andere gemeenteraadsleden, ook die zo meteen, die hier nu ook zo meteen uit Amsterdam komen, jullie collega aan de overkant? Ga je actief opzoeken? Is dat iets wat jullie van plan zijn? Het zou mij sowieso wel heel leuk lijken, want dat willen we volgens mij al veel langer. Dat is iets wat in de gemeenteraad in Almere wel heel erg ter sprake komt, omdat vaker met andere gemeenteraden, en helemaal in Amsterdam is natuurlijk super dichtbij. En kunnen we alleen maar veel van leren. Ik vind het heel belangrijk dat we elkaar scherp houden. Dus wat mij betreft kom ik graag meer in contact mee. Ik vind het allemaal heel lief. En dat is heel fijn, want lieve mensen zijn fijn, maar het is wel heel lief. Ja, als je kijkt naar de metropoolregio, die heeft natuurlijk al een soort van voedselvisie geschreven. Zeker. Die kunnen we allemaal in elk geval gaan lezen. En als je kijkt naar de samenwerking, ja, dat moet toch mogelijk zijn. Ik bedoel, daarvoor is de metropoolregio er ook. Nou, maar ik kan wel iets minder lief zijn, hoor. Ja, heel wat betreft als je dat aangeeft. Want ik denk wel, wat we hebben gezien, we hebben natuurlijk heel stept over distributiecentra bijvoorbeeld, of over datacentra, dan denk ik wel dat het belangrijk is. Dus zullen wij wel gaan kijken naar wat is dan het effect op Almere. Hè? En samenwerken is goed, maar dan op de ideeën. Maar we moeten ook wel kijken van het moet wel zo zijn dat de ruimte die we in Almere hebben, dat we daar zorgvuldig mee omgaan. En dat we vooral ook kijken van die ruimte die in Almere is, die willen we ook wel beschermen. Dus zodat Almeerders daar ook profijt van kunnen hebben en houden. Ja, maar... Dus die ruimte die er is, die moeten we ook echt wel. Hè, dus de landbouwers en de stadsbouw en de moestuinen, die moeten we wel kunnen beheersen. Want anders dan zitten wij zometeen met alle woningen van de hele metropoolregio en hebben wij geen ruimte voor onze moestuinen in de scholen. Dus we zitten ook gewoon met een heel dicht bebouwde regio. Gewoon. Ja. Dus je moet echt met heel weinig ruimte moet je. Het is niet het enige wat om ruimte vraagt. Dus ook echt alles vormen van stadslandbouw, verticaal op daken, op het water, drijvende boerderijen. Alles moet je eigenlijk elke mogelijkheid aanwenden om.
Omdat het gewoon, je wilt eigenlijk niet zo graag meer afhankelijk zijn van dat voedsel van de andere kant van de wereld. Maar juist lokaal. Laat ik eens. Houdt in eigen hand ook. Laat ik eens beginnen met twee gewoon heel gemakkelijke ideeën. Bijvoorbeeld in Zaanstad hebben we tussen de flats van die hele grote onnutte grasvelden. Waar hondenpoepen en vuil op ligt vaak. Die moeten dus eens in zoveel tijd gemaaid worden. Als we daar nou eens ruimte scheppen om, en dan noem ik het geen volkstuintjes, maar zeg maar ruimte maken dat mensen die in die grote flatblokken daar gaan volkstuinieren en hun eigen voedsel verbouwen. Ligt het natuurlijk een beetje aan of die grond niet al te vervuild is, maar in principe zou dat kunnen. Een ander idee is natuurlijk om mensen die een kleine portemonnee hebben, gratis gebruik te laten maken van een volkstuincomplex. Dat ze misschien een tuin delen met z'n vieren en ook hun eigen voedsel verbouwen. Hun gezonde voedsel. Ja. En dan natuurlijk is er ook nog iets met de beprijzing aan de hand. Want iedereen moet natuurlijk aan gezond voedsel kunnen komen. Ja, ik denk eigenlijk wel meer, ik denk wat groter. Moestuinen, volkstuinen hebben we gelukkig heel veel in Almere. En hebben het iedereen een makkelijk een tuin. Dus dat, daar verwacht ik dat mensen dat zelf ook wel oppakken. We zijn toch ook een beetje van, mensen kunnen ook een heleboel zelf. Ik heb daar wel vertrouwen in dat heel veel mensen dat al doen, als ze dat kunnen. Ik zou wel een soort ambitie hebben dat we gaan voor die grotere inkoop. En dat we zorgen dat die echte stadslandbouw die lokale landbouw, dat die ook wat meer gaat renderen. Ik vond het wel interessant dat Zijdel gelijk zegt van ja, we moeten gaan subsidiëren. Natuurlijk moet je dat misschien doen, maar het zou ook heel fijn zijn als het gewoon dat je er gewoon een boterham aan kan verdienen. Maar jij zit dus meer op die korte ketens en je zit dus meer op wat ik net al paraphraseerde, de boerin uit Horen die zegt. Ja. Ik wil gewoon zelf kunnen. Die ondernemer kan dat. Hè. We hebben heel veel kennis en expertise. Dus geef ze de ruimte. En we zijn bijna aan het einde van deze ronde. En ik wil jullie allemaal nog een kans geven. En daar ben ik streng over. Waarom moet, om met jou te beginnen, waarom moet zo meteen de kiezer op de ChristenUnie stemmen? En of het nou, je bent even de vertegenwoordiger voor de hele metropoolregio. Waarom is jullie partij de beste om deze problematiek op te lossen en niet de rest? Nou, wat eigenlijk nog niet genoemd is en wat ik wel eigenlijk heel graag genoemd wil hebben, is het sociale aspect van stadslandbouw. Het is niet alleen maar een plek waar je dan voedsel verbouwt, maar zo'n buurttuin, Anna noemde net een voorbeeld, we hebben een voorbeeld in Poelenburg, een buurttuin waar mensen hun eigen voedsel kunnen verbouwen en daar ook van mee mogen eten. En dan denk ik, het is niet alleen een plek waar je eet, maar ook een plek waar je elkaar ontmoet. En rond dat eten, zeg maar, ontstaan ook hele waardevolle ontmoetingen. En ik denk, daar moeten we echt veel meer in gaan investeren, omdat het twee kanten op werkt. En dan is het misschien kleinschalig, maar ook al die kleinschalige dingen doen ertoe. En als we het kleine niet eren, dan zijn we het grote niet waard. Ja, dus ik stem de ChristenUnie, want jullie zorgen dat de sociale kant erbij komt en klein en groot bij elkaar komen. Is dat hem? Ja. Waarom moeten we op de SP stemmen? Het SP is natuurlijk voor, zeg maar, om zeg maar, de inkomensverschillen sowieso te verkleinen. En mensen op die manier de gelegenheid bieden, dus mensen met een kleine portemonnee, de gelegenheid bieden om gezond voedsel te verkrijgen. En om een gezonde leefwijze, zeg maar, daarmee ook te krijgen. Hè? Want we zien allemaal dat de mensen met de laagste inkomens het ongezondste zijn. En daar moeten we dus een kentering in brengen. Dus daarom SP stemmen. Duidelijk. En waarom moet de Partij voor de Dieren stemmen? Nou, de Partij voor de Dieren is eigenlijk de enige die echt gezond voedsel en de opmars van de fastfoodketens heeft aangekaart in Almere. Ik hoop nu met Nienke wat vaker iemand te vinden die het over gezond voedsel heeft en over onze omgeving en gezonde voedsel in Almere daarin te stimuleren. Want nogmaals, de gemeente zelf heeft mooie woorden, maar helaas, de daden zijn er nog niet. Op het moment dat je een platform creëert en 20 restaurants erop zet en zegt, kies hier je gezonde en duurzame keuze op het menu. Want dat zijn de 20 restaurants die het hebben. En er staan nog pizzeria's, burgerzaken, Hema en de McDonald's op. Dan denk ik dat wij nog een lange weg te gaan hebben. Dankjewel. Waarom moeten we het CDA stemmen? Nou, het CDA is natuurlijk de partij van landbouw en nu ook van gezondheid met mij erbij. Dus een geweldige combinatie, zou ik zeggen. Ik ben altijd van doelen en resultaten. Dus als je op mij stemt, dan heb je een kritisch gemeenteraadslid die opkomt voor de belangen van Almere.
en resultaat gaat halen op gezondheid en toch ook nog ruimte houdt voor de burger. Nou, ik zeg... Dat is een mooie afsluiting. Ik wil nog even kijken hoe dat dan ook in de rest van de metropool is. Maar dank je wel voor jullie aanwezigheid. We hebben gesproken met Hanneke Vuring-Malle van de ChristenUnie in Zaanstad. Met Anna de Groot van de SP in Zaanstad. Met Marjolein Veenstra van Partij voor de Dieren in Almere. En met Nienke Nieuwenhuizen van het CDA ook in Almere. We gaan naar de tweede ronde en dat zijn de kandidaten. Dank jullie wel. En mag ik de mensen uit Amsterdam vragen naar voren te komen? Want we gaan naar de kandidaten uit Amsterdam. En vergeet inderdaad je waterglaasjes niet. Dat moet vanwege COVID. Ik vraag namelijk naar voren Elise Moeskops. Jij bent van D66 in Amsterdam. Lian Heijnhuis van de Partij van de Arbeid in Amsterdam. Kunnen Burgers van de VVD en Imane Nadief van GroenLinks. Alle twee ook Amsterdam. Kom lekker aan tafel zitten en dank jullie wel dat jullie er ook zijn. En het wonderlijk is natuurlijk in COVID. Normaal gesproken komen mensen al meteen naar voren. Maar we moeten nu een enorme dans maken om afstand te houden. Dus vandaar dat we iets meer tijd daarvoor nodig hebben. Fijn dat jullie er zijn. Kunnen we met jou te beginnen. Hoe heb jij geluisterd naar de vorige twee gesprekken? Ja, ik heb veel interessante dingen gehoord. En het goede is natuurlijk dat we over voeding praten. Ik las dat dat niet vaak voorkomt in de verkiezingsprogramma's. Maar hier praten we er toch maar weer anderhalf uur met elkaar over. Dus dat Zeker. Is een stap voorwaarts. Ja. En Imane, hoe kijk jij naar vandaag? Ja, ik vond het echt heel interessant. Ook omdat heel veel punten die langskwamen zijn ook dingen die wij in de gemeente Amsterdam ook doen. Als het gaat over bijvoorbeeld het beleid rondom snackbars, rondom scholen bijvoorbeeld. Maar ook het goede voorbeeld geven vanuit de gemeente. Dus ik vond het heel erg mooi dat het op elkaar aansloot, maar ook nieuwe ideeën. Oké. Hoe sta jij daarin? Ik herken me daar wel in. Ik denk dat we in Amsterdam inderdaad al een aantal hele mooie initiatieven hebben. Ik hoorde het net over moestuinen op scholen. Nou, Amsterdam hebben we al meer dan 100 jaar schooltuinen, waar kinderen al op hele jonge leeftijd kennis maken met natuureducatie, waar ook voedseleducatie bij hoort. Dus ik was ook best wel trots om een paar van de dingen te horen. Dat ik dacht, hey, dat doen we al. Maar ik heb ook nieuwe dingen gehoord. Ik vond bijvoorbeeld het voorbeeld van een groentetas voor baby's. Ik heb zelf net een baby die ik deze week zijn eerste groentehapjes heb gegeven. Gefeliciteerd. En ik dacht meteen, ja, dit zou echt voor iedereen beschikbaar moeten zijn. Want als je het eenmaal doet, dan zie je ook hoe makkelijk het is. Maar het moet soms wel mensen aangereikt worden. En wat mij betreft kan de overheid daar ook wel wat meer regie in nemen en een sturende rol in spelen. Dus wel veel nieuwe mooie dingen gehoord. Meteen een mooie voorzet. Hoe sta jij erin? Nou ja, ik vind het heel interessant. Ik word er ook wel heel blij van. Ik ben zelf ondernemer in de gastronomie. Dus voedsel is voor mij iets wat echt een enorme rol in mijn leven speelt. En iets wat ik ook politiek-maatschappelijk altijd heel belangrijk heb gevonden. Dus ik vind het heel fijn dat we het er nu een keer gedegen over hebben met elkaar. En in de gastronomie bedoel je daarmee, je hebt een restaurant? Onder andere, ja. Ik heb ook een bureau wat producenten van voedselproducten op de Nederlandse markt helpt. Maar dan wil je toch ook gewoon een goed product neerzetten? En nu hoorde ik net... Voor mij best een ding, ik hou best van tomaten, dat ik niet het hele jaar door tomaten mag eten. Maar dat is best wel lastig voor jou als ondernemer. Absoluut. En dat is, kijk, een van de meest interessante dingen aan voeding is dat je dat snijvlak van al die onderwerpen hebt. Hè. Je wil er economisch gewoon een gezonde boterham mee kunnen verdienen als ondernemer. Of je nou de producent bent, de tussenhandelaar, de bewerker of uiteindelijk voor in mijn geval een restaurant of supermarkt. Iedereen moet er wat aan verdienen. En tegelijkertijd is het een snijvlak van sociale cohesie, gezondheid, duurzaamheid. Het is super complex. Ik werk er al mijn halve leven in. En ik leer ook elke dag nieuwe dingen. Ja. Jullie vieren zo hier aan tafel zijn de partijen die in ieder geval de Amsterdamse gemeenteraad allemaal de meeste stem hebben gehaald. De kans is dat jullie ook weer bij in ieder geval in boven de lijst komen. Kunnen we als jullie gekozen worden verwachten dat de schoollunch voor iedereen, voor alle Amsterdamse kinderen gratis is en gezond is? Nou, het laatste wel. Ik vind het heel belangrijk dat inderdaad een schoollunch voor kinderen gezond is. Ik merk bij mijn eigen kinderen op school nu al regelmatig dat er enorme bakken fruit staan. Zoveel fruit zelfs dat ze hun brood weer mee terugnemen. Dus ja, in die zin, als je houdt van fruit, gaat dat de goede kant op. Ik weet niet of wij zomaar moeten gaan voorstellen om lunches helemaal gratis te maken. Nee. Betekent dat doen wil ik eigenlijk niet, maar dat durf ik niet te zeggen? Of betekent dat weten we nog niet, want daar zijn we nog niet? Dat betekent dat ik daar geen voorstander van ben. Duidelijk. Ben jij er wel een voorstander van?
Ja, ik denk dat vanuit de Partij van de Arbeid vinden we het sowieso heel belangrijk om in te zetten op die gezonde schoollunches. Ik weet niet of het iets is wat we alleen lokaal kunnen regelen. Dus als je kijkt naar het onderwijs en het onderwijsgelden, waar dat vandaan komen, die komen voor een groot deel uit Den Haag. Nou, er zit daar een nieuwe regering die allemaal hele mooie beloftes hebben. Dus ik denk dat we ook naar Den Haag moeten kijken hiervoor. Dat we dat niet zomaar in Amsterdam kunnen beslissen. Omdat we hier ons onderwijsmiddelen ook helaas, zou ik bijna willen zeggen, voor grote uitdagingen moeten zitten, zoals het lerarentekort. En andere problemen die we hier hebben. Dus om nu zomaar, zonder daar een bedrag bij te zien, durf ik daar nu geen ja of nee op te zeggen. Wat ik wel kan zeggen is dat de Partij van de Arbeid zich zeker daarvoor hard maakt. En daar ook zeker in Den Haag zeer hard voor pleit. Elise? In ons landelijk verkiezingsprogramma zijn wij hard voorstander van schoolfruit en schoollunches. Ja. Dus dat is iets wat voor ons heel belangrijk is. Hier in Amsterdam kan je lokaal wel dingen. Vraag is inderdaad of onze pot groot genoeg is. Wij hebben als partij in Zuidoost geïnitieerd dat er schoolontbijten moeten komen. We weten dat daar 50% van de kinderen naar school gaat zonder ontbijt. Ja, dat is gewoon echt een hele, hele, hele hoop. Wat niet alleen slecht is voor de gezondheid, de educatie naar gezond eten later in de leeftijd, obesitas, maar ook gewoon voor hun schoolresultaten. En dat hebben we wel mogelijk gemaakt dat de gemeente daar geld voor heeft neergezet. Of we dat voor de hele stad kunnen doen, daar ben ik een beetje huiverig over om dat te zeggen. Want inderdaad, nou ja, het zal een hoop kosten. Maar ja, beginnen waar het hardste nodig is. Ik denk dat dat ook iets is wat professor Seidel net goed aangaf. Hè? Als mensen bij ons in de stad op een kwartiertje fietsen, 6 jaar minder lang leven omdat ze niet leren om gezond te eten. Ja, ik vind dat heel heftig. 6 jaar, weet je wel. In Amsterdam. Ja, eigenlijk en 20 jaar ongezond. En 20 jaar ongezond. Dus 6 jaar korter en 20 jaar ongezonder. Dus eigenlijk missen ze 26 jaar gezond leven. Omdat ze gewoon niet weten hoe ze gezond moeten eten. Die laatste weet ik niet of dat de conclusie is. Maar het is in ieder geval een grote periode dat het kort is. Imane. Ja, kijk, we vinden het heel erg belangrijk dat kinderen gezond toegang hebben tot voedsel. Gezond voedsel. En we zien dat ook met voorschool en de basisschool. Bijvoorbeeld water. Ik weet dat bijvoorbeeld de school van mijn dochter is het echt gewoon een regel. Er mag alleen gezond voedsel mee naar school voor de lunch. En er mag alleen water mee. Daar heeft ook de gemeente Amsterdam veel voor gedaan. Ik sluit me aan inderdaad bij de Partij van de Arbeid als het gaat over de kosten. Ik wil wel één ding zeggen als het gaat over gezond eten. Van leren gezond te eten. Laat ook heel duidelijk zijn dat ons eten steeds ongezonder is geworden. De hoeveelheid suiker in ons eten en hoeveelheid vet en al die toegevoegde stoffen, dat is alleen maar toegenomen de afgelopen jaren. Dus ik denk dat we ook heel erg moeten stilstaan bij bijvoorbeeld reclame, hoe daarmee wordt omgegaan in supermarkten. Dat je ook gestimuleerd wordt om ongezonde keuzes te maken. En ik denk dat we daar ook heel scherp op moeten zijn. En dat we dus ook niet alles alleen bij de consument neerleggen van, ja, je hebt ongezond eten in je koelkast omdat jij dat niet goed geleerd hebt. Het is ook iets van de markt wat enorm aan het toenemen is, als we kijken naar reclames bijvoorbeeld, hoe dat allemaal wordt aangepakt. En dat is wel heel erg belangrijk om daarbij stil te staan. Ja, maar tegelijkertijd zou ik daar iets aan willen toevoegen. Is het natuurlijk wel zo dat er tegenwoordig steeds meer aandacht is voor gezond eten. Dat kunnen we zien op inderdaad scholen, maar ook op bij sportverenigingen. Wordt er steeds meer gezond eten gegeven. Ik ben ook best wel trots in die zin op oud-wethouder Van den Burg van de VVD. Mm-hmm. Die ervoor heeft gezorgd dat obesitas landelijk wordt aangepakt. Dus er zijn wel degelijk goede ontwikkelingen die er 10 jaar geleden bijvoorbeeld niet waren. Ik denk dat we bijvoorbeeld 4 jaar geleden geen voedseldebat hadden, om maar eens iets te noemen. Nee, dat volgens mij is dat ook waar, inderdaad. Maar dat, want, tegelijkertijd, jij zegt het is ongezonder geworden. Tegelijkertijd zat er 20 jaar geleden veel meer zout in brood. Klopt. Zat er vroeger veel meer, deden mensen veel vaker heel veel suiker in koffie, thee, dat soort dingen. En allemaal dingen die afnemen. Ja, maar het gaat om de verschillende producten. Dus bijvoorbeeld de sausen, de pakketjes. Dan denk je dat je een gezonde maaltijd maakt. Er zit er gigantisch veel zout en suiker in. Dus het is niet zozeer van, oké, het ligt alleen aan brood. Of het ligt ook aan bijvoorbeeld frisdrank. Het ligt aan zogenaamde fruitdrankjes die gericht zijn op kinderen. En waar gigantisch veel suiker in zit. Dus ik denk dat we daar veel meer op mogen letten. En daar ook bewust van mogen maken. En we zien dus bijvoorbeeld op scholen die posters. Hè, met, dit is hoeveel suikerklontjes in een fristie zitten. Of in een chocomel. Zodat je ouders ook bewust maakt van, hey, het lijkt bijvoorbeeld gezond, melk met bosvruchten, maar er zit gigantisch veel suiker in. En ik denk dat die bewustmaking ook heel belangrijk is. En om even nog een link te leggen naar het gesprek wat we net hadden. Marjolein Veenstra zei dat dat in Almere bijvoorbeeld het voorbeeld was van ik heb dat niet kunnen toetsen, maar ik vertel wat ze net zegt. Zegt dat Almere verschillende restaurants waren die dan gezond voedsel zouden aanbieden. En daar zitten dus fastfoodketens bij.
Is dat zoiets, wat speelt dat ook in Amsterdam? Ja. Ja, want in 2019 heeft de wethouder Kuckenheim, stond nog in het parool, kijken van hoe zorgen we ervoor dat rondom scholen, dat we snackbars kunnen weren en dat we dat doen met vergunningen die we afgeven aan nieuwe winkels. Dus je kan niet zeg maar bestaande winkels of bestaande restaurants en bestaande snackbars weren, maar je kan wel kijken van als we vergunningen gaan verlenen, wie komt daar dan te zitten? Willen we echt een snackbar naast de middelbare school? Want we hebben wel echt te maken met ongezond voedselpatronen bij kinderen en dat willen we tegengaan. Ja, nou ik heb dat inderdaad ook gelezen, dat voorstel van Kuckenheim. Die zegt ik wil meer wettelijke mogelijkheden, meer wettelijke regulering hebben om ongezond, mijns inziens ongezond voedsel te weren. Maar ik ben geen voorstander van nog meer regulering op dit vlak. Het is al heel erg moeilijk om allerlei dingen te handhaven. En je moet denk ik mensen ook zelf de verantwoordelijkheid geven. Ik vind het heel goed dat we vooral aan de jongeren via scholen en via sportverenigingen leren om gezond te eten. En het gaat stap voor stap. En ik zie dat mijn kinderen die te vroeger graag een boterham met worst. Maar door ze te overtuigen, door met ze te praten, vinden ze nu ook een boterham met cashewnotenpasta lekker. Maar dat betekent dus dat het voedsel is in die end, als het erop neerkomt, dan toch nog echt de verantwoordelijkheid en ook die voedsel de hele gek wat hebben van de burger? Ik zou ervoor willen waken dat we dit te veel gaan opleggen bij mensen. Ik heb veel mensen de afgelopen tijd gesproken over ja, hoe vind je dat nou, voedselregulering. En mensen zeggen, ja, maar ik bepaal zelf wel wat ik eet. Dat moet je ze niet door de strot duwen, letterlijk. En als je dan kijkt naar wat we natuurlijk in het eerste gesprek, in het eerste deel hebben we het gehad met experts over de voedselvisie voor de metropoolregio bijvoorbeeld. En waar de gedeputeerde dan aangeeft dat er veel meer vierkante meters eigenlijk nodig zijn om de metropoolregio Amsterdam te voeden dan er beschikbaar is. Ja, nou kijk, daarvan zeg ik. Kijk, in Amsterdam hebben we natuurlijk heel veel problemen. En het is een schaarse grond. Ja. We willen ook sporten, dus we hebben sportvelden nodig. Maar we willen ook wandelen, hè, een blokje om, of hoe heet dat, een ommetje. Hebben we ook parken nodig. Maar misschien hebben we ook ruimte nodig om woningen te bouwen. En we kunnen die in Amsterdam, die zijn echt dicht bevolkt. En je kunt niet alles maar een landbouwstad gaan creëren. Ben ik dan eerlijk als ik zeg dat jullie eigenlijk vinden dat het te ver zou gaan om inderdaad alles hier op te willen lossen qua voedselproductie in de regio, maar dat we dus moeten blijven halen uit de rest van Europa, de rest van de wereld? Nee, ik vind het heel goed dat we in Nederland zelf landbouwgrond hebben en dat we dingen verbouwen. Noordoostpolder, Westland, daar kan dat heel goed. Nederland is wat dat betreft heel wat groter. En ik denk dat we in Amsterdam een schaarse grond hebben. Ik ben er wel voor om dingen lokaal te halen. Dus bijvoorbeeld haal je kaas beter uit de Beemster dan de camembert uit Frankrijk. Allebei heel lekker natuurlijk, maar korte ketens zijn fijn en belangrijk om, om in te zetten. Nee, doorgaan. Elise, hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, het is volgens mij en. We hebben als stad een verantwoordelijkheid bij de consumeerder. Ja. Juist daarom zou ik er heel erg voor pleiten om rondom scholen te gaan reguleren in het aanbod. En we maken 200 voedselkeuzes per dag. Dat is een enorme hoeveelheid verleiding die op ons afkomt. En als wij deze kinderen op die scholen leren om gezond te eten, dan hebben we minder grond nodig om onze voedsel te produceren. En want we gaan weg van de grondverslindende zeg maar, manieren van productie. En dat kunnen we op nog een manier doen. En dat is door wat grond in onze stad wel beschikbaar te stellen. We weten gewoon, alle onderzoeken tonen aan, dat als je laat zien waar je eten vandaan komt, en met name bij kinderen, schooltuinen, moestuinen, maar ook fruitbomen in parken, dat ook helpt om gezonder te gaan eten en betere keuzes te maken. Dus we moeten gewoon op heel veel plekken inzetten. Het is een supercomplex probleem. Dat vinden we allemaal. Maar juist als stad hebben we een enorme verantwoordelijkheid. En daar kunnen we met onze ruimte echt wel wat aan doen. We hebben super creatieve oplossingen. In de Bijlmer wordt er verticaal geteeld op de een van de meest CO2-neutrale manieren die we nu in tuinbouw doen. Dat is ook een showcase. Ja. Juist omdat het in Amsterdam gebeurt, voor de rest van Nederland, voor tuinders in de landen. Wij kunnen ook juist als stad laten zien wat er creatief mogelijk is. Gaan we daar de hele stad mee voeden? Nee, dat is een illusie. Daar moeten we ook eerlijk over zijn. Stadslandbouw is er als het goede voorbeeld. Het is er niet om de hele stad mee te eten geven. Lian? Nou ja, ik ben het vooral best wel oneens met wat ik net hoorde over we moeten het mensen niet door de strot duwen. Alsof het altijd de verantwoordelijkheid bij de consument ligt. En ik denk dat Imenda dat ook net goed aangaf. Er ligt ook een heel groot deel in het systeem wat oneerlijk is. En dat systeem is best wel onrechtvaardig. En wat jij net ook aangaf over de keuzes die we de hele dag moeten maken. Ja, als jij de hele dag geconfronteerd wordt met een snackbar, dat je die gewoon veel vaker ziet, en dat is op dit moment nog zo, dan heb je ook niet de middelen om de juiste en eerlijke keuze te maken. Dus ik denk dat
centraal station loopt en die ruikt de rookworst. Precies. Dan is het makkelijk om even rookworst te halen. Daar moet je als gemeente veel meer de regie in nemen. Toevallig zag ik vandaag nog een voorstel uit 2012... waarin de Partij van de Arbeid al een patatverbod rondom scholen in wilde stellen. Ik denk dat dat hele goede dingen zijn. Omdat je juist kinderen de gezonde opties, die wil je ook stimuleren. En daar mag je wat mij betreft als overheid ook best een beetje in sturen. Zeker ook in gebieden waar kinderen al sowieso voor veel meer uitdagingen staan. Je ziet bijvoorbeeld dat obesitas in de stad onder kinderen echt oneerlijk is verdeeld. Net als heel veel problemen oneerlijk zijn verdeeld. Dus juist in de armere wijken speelt dat meer, dat probleem. Dus wat mij betreft mag je ook juist daar ook meer investeren in positieve en gezonde alternatieven. Om ook mensen duidelijk te maken dat het ook mogelijk is om gezonder te leven. Ook met een kleine portemonnee. Ja, kunnen. Ik hoorde eigenlijk dus dat mensen zijn dan helemaal niet op het zwakste moment, zeker op het zwakste moment van de dag, helemaal niet in staat om die frietlucht te weerstaan. Dus je moet ze juist wel helpen met het misschien niet door de strot duwen, maar wel een richting opduwen. Nou, ik snap heel goed dat als je elke dag met de trein gaat en je loopt langs een friettent, dat je dan op een gegeven moment wel eens een keer een frietje wil. Dat snap ik heus wel. En misschien moet je de mensen daarmee helpen. Maar ik denk dat we de mensen ook al voor een groot deel helpen. En ik denk dat het ook een kwestie is van opvoeding. Die schooltuinen hebben we al een paar keer genoemd. En daar gaan de kinderen in Amsterdam, die gaan daar steeds naartoe. Ja. Ik kan me herinneren dat we in het voorjaar waren mijn kinderen grote preien aan het kweken. Die kwamen ze in juli, heb ik de hele maand alleen maar preien gegeten. En mijn kinderen vinden het dan leuk om dat te geven en te maken. En ik denk dat dat voor andere schoolkinderen in Amsterdam ook geldt. Omdat ze die prei zelf hebben gekweekt. En vervolgens wordt die zelf thuis klaargemaakt. Dus dat is een kwestie van opvoeding. Ik denk dat het ook, we hebben het daar eerder over gehad, kinderen moeten gezond eten lekker gaan vinden. Ik denk dat als je met die schooltuinen en ook op sportverenigingen en op school ze confronteert met gezond eten, dat ze dat hun rest van hun leven meenemen. En het is niet van de ene op de andere. Dan zeg je dus dat de overheid daar wel mee mag sturen. Het is niet van de ene op andere dag geregeld. Het gaat in stapjes. Ik zou niet willen pleiten voor meer regulering op dit vlak. Ja. Dat hoor ik eigenlijk je net wel zeggen. Want je zegt het moet aangeboden worden. Je moet het op scholen stimuleren. Dat is dus bij uitstek iets wat je als overheid kan faciliteren. Dan ja, maar dus we hadden het volgens mij over geen snackbarren in de buurt van scholen. Daar zou ik niet voor zijn. Maar tegelijkertijd suggereer je dat we nu al genoeg doen. Hè? De ziektelast in Nederland van ongezond eten was in 2019 al 6 miljard per jaar en stijgende. Dat is gewoon een enorme hoeveelheid geld. We doen niet genoeg. En ik ben het met je eens. Hè. Uiteindelijk is wat je eet is je eigen keuze. Maar de keuze wordt wel nu heel erg makkelijk gemaakt om ongezond te zijn. En daar zit de balans. Is wat je in je eigen lichaam stopt je eigen keuze? Ja. Ik bedoel, uiteindelijk als jij dat frietje wil eten, die hotdog wil halen, die donut wil eten, allemaal prima. Want één donut, dat is ook niet het grote kwaad. Alleen het probleem is dat als je door dat centraal station loopt en je hebt net die rookworst weer staan, dan komt nog die donut, dan komt nog die patatzaak, die pizzeria, je loopt naar buiten, enorme reclame in de openbare ruimte, die je daar ook nog een keer toe verleidt. En dan sneuvelt iedereen, mezelf inclus. Ja. Nou, ik wil toch teruggaan op dat van het is steeds een eigen keuze, een eigen verantwoordelijkheid. Maar nogmaals, je wordt echt wel gestimuleerd om ongezonde keuzes te maken. En dan is het eigenlijk geen keuze, is het eigenlijk iets wat je opgelegd wordt vanuit juist bedrijven die er baat bij hebben dat je ongezonde keuzes maakt. Maar Imane, hoe gaat GroenLinks dan een gezonde voedselomgeving garanderen? Nou, door dus een groene leefomgeving. We hebben bijvoorbeeld het initiatiefvoorstel van Jenneke van Pijpen als het gaat over een voedselbos in Zeeburg. Dus dat je dan groen, dus recreatie, een gezonde openbare ruimte, maar ook die verbinding met waar komt je voedsel vandaan, dat je dat met elkaar verbindt. Ik weet dat de studenten van de Hogeschool van Amsterdam daar ook mee bezig zijn. We zetten ons in van hoe zorgen we ervoor dat we groen educatie, hoe we daar meer in kunnen investeren. We hebben daar ook een motie voor ingediend in samenwerking met de metropoolregio Amsterdam. Dus niet alleen de Amsterdamse, dat we alleen kijken binnen Amsterdams onderwijs, maar echt met al die andere gemeentes van hoe kunnen we elkaar hierin vinden. Hetzelfde geldt ook voor biodiversiteit. Maar wat ik wel gezegd wil hebben, is dat we zien dus dat kinderen en gezinnen, dat er mensen zijn die ongezonde keuzes maken. Maar tegelijkertijd, we moeten ook de sociale problematiek die er allemaal omheen hangt, moeten daarin meenemen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld gezinnen die het heel erg zwaar hebben, ja, dat is niet makkelijk. En als je dan ook nog zo van, wat ga ik koken vandaag? Hoe ga ik de boodschappen doen? Of je genoeg geld hebt? Zijn mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank? Mensen die niet bij de voedselbank terecht kunnen, moeten naar de kansenbank. Nou, er speelt zoveel meer. Dus je moet ook het sociale perspectief en maatschappelijke problemen die er ook spelen, moet je hierin meenemen.
Elise? Ik ben het daar gedeeltelijk wel mee eens. Kijk, we hebben een enorme uitdaging liggen in de stad. En met name inderdaad bij een doelgroep die op heel veel plekken problemen heeft. Maar waar ik wel voor wil waken, is dat we net doen alsof dit een probleem is van de arme mensen in de stad. We zien namelijk tegelijkertijd ook dat hoogopgeleide gezinnen die steeds meer takeaway gaan doen, niet meer koken voor hun kinderen, te weinig tijd hebben, twee verdieners, dat daar ook de obesitas toeneemt onder kinderen. En ik ben het met je eens, hè. We hebben echt uitdagingen. Maar ik vind het juist zo belangrijk met dit onderwerp dat we dit zien als een gedeeld probleem voor iedereen in de stad. We hebben er allemaal baat bij als we gezonder gaan eten. Zowel voor de gezondheid, maar ook voor de duurzaamheid van onze planeet. Maar waar zit dan het verschil tussen de Partij van de tussen GroenLinks en D66 op dit dossier? Dus ik hoor jullie soort van hetzelfde zeggen. Alleen jij hebt het meer over zorgen ervoor dat je groepen die minder goed dat zelf kunnen regelen, daarin te ondersteunen dat er voldoende geld is om gezonde voedsel te kopen. En jou hoor ik zeggen, je moet iedereen meenemen en ook echt die omgeving zo inrichten dat die minder verleidend is. Is dat Het is toegang. Het is echt toegang tot voedsel, maar ook mensen ontzorgen. Want ik denk, het is heel erg naïef om te denken alsof de problemen die mensen hebben, dat die zo klein zijn dat ze geen invloed hebben op je levensstijl. En dat is wel degelijk zo. En ik vind dat we daar onze ogen niet voor mogen sluiten. Ik ben zelf langs geweest bij de Kansenbank in Amsterdam-Oost. Ja. Als je ziet wat die mensen allemaal meemaken, en die zijn dan daarvan afhankelijk, omdat ze niet in aanmerking komen voor de voedselbank, maar wel fulltime werken en niet voldoende geld verdienen om rond te komen aan het einde van de maand. Als je daar je ogen voor sluit, voor die groep, ja, dat, ik vind dat je dat echt moet meenemen. En tegelijkertijd ook zorgen voor een gezonde buitenruimte, ook zorgen voor een gezonde leefomgeving en een groene leefomgeving. Maar je moet wel eerlijk in de spiegel durven kijken van, gaan we alle problemen ook aanpakken en gaan we dit probleem dus niet alleen een voedselstrategie of bijvoorbeeld alleen bij agenda circulair, of gaan we dat breder trekken? En dat is heel belangrijk. Lian? Ja, ik kan me daar heel erg bij aansluiten. Ik denk dat het in de kern een probleem is wat ook gaat over kansen en kansengelijkheid. En een voorbeeld dat ik zelf wil aanhaal in bij dit onderwerp is eigenlijk een jongetje waar ik vrijwilligerswerk mee deed in een project dat heette Gezonde Maatjes. En ik probeerde om hem gezonder te krijgen. Hij had overgewicht. Hij was 9 jaar oud. En hij liep ook bij een diëtist. En als ik hem 1 keer in de week sprak, dan vroeg ik altijd, hoe gaat het met je dieet? Nou, vaak ging dat heel goed. En op een gegeven moment merkte ik, aan het eind van de maand ging het altijd wat minder goed. Dan had hij altijd iets vaker pizza gegeten, altijd iets vaker patat gegeten, dingen die niet mochten, omdat hij eigenlijk moest afvallen. En dat bleek uiteindelijk gewoon te komen omdat zijn moeder aan het eind van de maand geen geld over had. En dan toch koos om bij de Aldi een pizza voor 1 euro te kopen, in plaats van uitgebreid te gaan koken, wat toch wat duurder was. Waar ze had ook meer stress aan het eind van de maand. Dus ik kan me heel erg aansluiten bij het pleidooi wat ik net hoorde, dat het een veel meer een holistisch probleem is, wat je ook breder moet aanpakken. Dus je moet veel meer kijken naar hoe zijn kansen verdeeld in de stad en hoe pak je ook die kansengelijkheid aan. En niet alleen voedsel is daar een onderdeel van, maar dat is niet het enige stuk waar je naar moet kijken. Kunnen. Voedsel eigenlijk als ook sociaal domein, hoor ik. Herken je dat? Wat is je vraag? Herken je dat? Wat vind je daarvan? Vind je dat ook beter mee eens of wat je hoort? Nou ja, ik kan me heel goed voorstellen dat als je aan het eind van de maand geen geld hebt, dat je goedkoop voedsel koopt en dat minder goed voedsel is. En daarom is het ook heel belangrijk dat Amsterdam een goede economie heeft, waar veel banen zijn, waar mensen gewoon kunnen werken, hun eigen geld kunnen verdienen. Dat is een heel groot belangrijk punt inderdaad voor Amsterdam. Ja. De laatste vraag, want we zijn bijna aan het einde van dit gesprek, is van, ik wil langs jullie allemaal gaan, van hoe wil je inderdaad die samenwerking ook in de metropoolregio oppakken? En daarna dan de vraag van, waarom moeten we vooral op D66 stemmen en niet op de Partij van de Arbeid? Dan kunnen we met jou beginnen. En dan voor jou natuurlijk de Partij van de Arbeid en niet op de andere. Je moet om heel veel redenen op D66 stemmen natuurlijk. Maar als je het over voeding hebt, dan als je het over de metropoolregio hebt, dan denk ik dat wij, we hebben het landelijk laten zien. We zijn heel erg aan het inzetten op onze voedseltransitie, kringlooplandbouw, korte ketens. Daar zijn we heel serieus op aan het inzetten. En als je het hebt over Amsterdam specifiek, en dat is een onderwerp waar we het even nog niet over hebben gehad, denk ik dat D66 zich gaat onderscheiden hierop. Omdat we ook heel erg willen gaan staan voor de ambachtelijke producenten, de mensen die inderdaad uiteindelijk dat einddoel laten zien, de mbo-plekken in horeca, in ambacht, die inderdaad ook ervoor gaan zorgen dat we gaan laten zien hoe tof het is om gezond te eten en met mooie spullen om te gaan. Ja, duidelijk. Waarom moeten we op de Partij van de Arbeid stemmen en niet op de VVD of GroenLinks of D66 of Partij voor de Dieren? Ik denk, voor wat mij betreft, is het voedselvraagstuk bij uitstek een vraagstuk, wat ik al net al zei, wat ook gaat over sociale rechtvaardigheid. En wat mij betreft is het sociaal-democratisch gedachtegoed daar het antwoord op. Omdat het
altijd ook kijkt naar de verdeling en het herverdelingsvraagstuk waar we voor staan. Dus je moet niet alleen voedsel kijken, hè, niet alleen de productiekant, niet alleen de consumptiekant, maar het allemaal in geheel zien. En bij, ja, voor wat mij betreft is dat bij uitstek ook iets waar je met een sociaal-economische blik naar moet kijken en dus ook een sociaal-economisch antwoord voor moet hebben. En dat heeft de Partij van de Arbeid. Imane, waarom moet op GroenLinks stemmen en niet op de andere? Op voedsel gerelateerd. Ik hoop dat iedereen gaat stemmen. Ja. Want dat is heel belangrijk. Maar wij hebben altijd groen en links met elkaar gekoppeld. Dus wij zijn ook een partij die dingen met niet alleen vanuit één perspectief bekijken, maar dat ook met elkaar verbindt. Bijvoorbeeld, ik had het net over lage lonen. Wij strijden voor een leefbaar loon. Zodat mensen die hoge kosten die ze in de stad hebben, dat het loon daar ook aan gekoppeld is. En niet aan het einde van de maand niet rond kunnen komen. Terwijl je wel fulltime werkt. En dus dat soort beslissingen maakt. Tegelijkertijd zijn we ook voor een circulaire economie. Een eerlijke economie. We hebben samen met verschillende partijen, bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid, samengewerkt om juist die ondernemers daarin te helpen, die juist die ambachten. Hebben we veel in gedaan. En ook voor die groene buitenruimte en ook voor een inclusieve groene buitenruimte, dat iedereen toegang heeft tot groen op loopafstand en ook educatie. Want dat is echt heel erg belangrijk, investeren in groen educatie, dat we weten waar komt ons voedsel vandaan, zodat we ook die relatie daarmee kunnen versterken en begrijpen wat we eigenlijk in ons lichaam stoppen. Kunnen. Waarom moet ik VVD stemmen en niet GroenLinks of de Partij voor de Dieren of ja. CDA? Nou, waarom jij VVD moet stemmen, dat zal ik je uitleggen. Nee, daar ja. vraag je naar. Ja, precies. Het programma ook al. Ik heb heel veel vertrouwen in dat mensen zelf weten wat goed voor hen is. En ja. Je ziet dat je moet mensen zelf verantwoordelijkheid geven. En door er bijvoorbeeld vanavond met elkaar over te praten. Een paar jaar geleden was het geen debat om over voedsel te praten. Er wordt steeds meer over gezond eten gesproken. En ik denk dat we er uiteindelijk met elkaar gaan komen. Ik denk dat we over 4 jaar nog meer zullen praten over voedsel. Dat het nog belangrijker is. En dan hoef je dat niet op te dringen. Voelen mensen zich er gemakkelijker bij? Hebben producenten de kans om al hun productiemethode aan te passen? En dan is iedereen blij. Daarom moet je VVD stemmen. Mooi. Dank jullie wel. Ja, dit is volgens mij een interessant gesprek. Verschillende kanten gehoord. Ook wel veel mensen die het met elkaar eens zijn, maar ook wel verschillende posities. Specifiek ook trouwens in beide rondes. We zijn naar de laatste ronde van dit gesprek voor vanavond. Dus ik wil de raadsleden uit Amsterdam, of de kandidaatraadslid uit Amsterdam bedanken. Elise Moeskops van D66, Lian Heijnhuis van PvdA, Kune Burgers van VVD en Imane de Dief van GroenLinks. We gaan naar de laatste ronde en dan nodig ik jullie uit weer terug te gaan zitten. En dan nodig ik de experts die nog aanwezig zijn, specifiek Jaap Sarel en Ernst Hart. En Lara Simming, volgens mij ben je er ook nog wat fijn uit. En we hebben zometeen ook nog Jan-Willem van der Schans, want hij is ook gebleven. Ilse Zaalthuis een andere verplichting, want het werk van de gedeputeerde houdt ook echt nooit op. Maar dat geeft mij even de tijd om uit te leggen met wat voor andere leuke mensen we allemaal hiermee samenwerken. Want we hebben dit programma namelijk gemaakt samen met de Food Council MRA en Voedsel Verbindt. Het programma ook waar Ilse al eerder over vertelde. En natuurlijk heel veel andere mensen die ideeën en gedachten aangebracht hebben. Als jij eentje naar voren komt, dan hebben we niet zo'n lege stoel zo tussen ons in. Het andere is, wat ik net ook aangaf, Amsterdam en Almere, of Almere en Amsterdam werken samen richting de Floriade. De Floriade is dit jaar in Almere het grote festival over landbouw en steden. En dit jaar staat dat enorm in het teken van groene steden. Nou, daarover is ook het festival We Make the City, wat wij als Pakhuis met heel veel andere partners ook al jaren maken, is daarin samengewerkt en dat heet We Make the City Green. We hebben heel veel mooie programma's die daar zichtbaar zijn, maar ook in Almere en onlangs is daar de eerste editie ook echt vanuit Almere zelf geweest. Gaan we ook allemaal mooie gesprekken maken over hoe krijg je nou zo'n groene stad en wat komt erbij kijken en ja, hoe denken we daar met z'n allen over? Inmiddels hebben we iedereen hier aan tafel. Jaap, je hebt heel veel ideeën voorbij horen komen. Ja. Je hebt heel veel dingen gehoord die mensen het ook heel erg met je eens zijn. Maar ook dingen dat echt niet helemaal. Als je dit nu zo allemaal hoort, welke dringende adviezen wil je nog meegeven en dan deze kandidaat raadsleden? Nou, ik denk dat het ten eerste zo is dat het idee dat burgers zelf verantwoordelijk zijn voor die eigen keuzes en dat ze dat allemaal in de hand hebben, zonder kennis, zonder middelen, zonder vaardigheden voor een groot gedeelte. Dat is denk ik een illusie. We weten dat we, ik hoorde een aantal keren noemen dat we gaan niet betuttelen en we gaan niet dingen door de strot duwen en dergelijke. Maar wat er gebeurt is dat ongezond, niet duurzaam geproduceerd voedsel, dat wordt ons opgedrongen. Er zijn bijna geen
gezonde keuzes mogelijk voor mensen met weinig geld. Maar ik hoor ook zeggen dat dat heel erg juist informatie gedeeld moet worden en dat mensen beter opgeleid worden. Maar informatie leidt niet tot gedragsverandering. Als je en geen geld, geen vaardigheden, geen tijd en geen mogelijkheden hebt om gezonder en duurzamer te eten, dan kun je informatie krijgen, maar dan helpt dat niet. Lara? Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. En ik vind zelf altijd wel interessant het argument, we gaan niet naast de koelkast staan, of dat moeten we niet willen. Nou, er zijn allerlei varianten op. Dat vind ik ook een illusie, want de overheid staat namelijk al lang naast de koelkast. En dat is heel fijn, want daarom is al ons voedsel zo veilig. En die overheid die staat ook al naast de akkers via het landbouwbeleid. En die staat naast de supermarkten. En die staat overal. Dus de vraag is niet, moet die overheid naast die koelkast gaan staan? Maar wat doet die overheid naast die koelkast? En daarbij speelt ook dat heel veel, dat er vaak, voedsel is een heel erg gevoelig onderwerp. Dat is je identiteit, je wordt je voedsel. Mm-hmm. Maar veel mensen zijn veel banger voor het idee dat er gaat ingegrepen worden op wat zij eten, dan wanneer dat ook daadwerkelijk gebeurt, dat zij daar ontzettend onder lijden. Als je bijvoorbeeld op scholen zegt, de norm is nu gewoon dat we hier water drinken. Nou, dan zullen daar misschien eerst wat vragen over komen. Maar mensen wennen daar ook heel snel aan. En dan moet je ook de afweging maken, hoeveel levert het op en hoe erg lijden mensen of lijden kinderen daaronder dat ze nu gewoon water drinken met z'n allen. Ja. Duidelijk. Voor de kandidaat raadsleden, we hebben daar twee microfoons. Mocht je nou iets horen dat je dacht, wil ik echt iets over zeggen, of ik wil nog even een kort gesprek. We hebben niet veel tijd, maar grijp de kans mocht je die willen. Jan Willem, wat is jouw dringend advies nog aan de raadsleden voor de komende periode? Je staat op mute. Zou je altijd zien. Ja, het is klassiek vanavond. Niet meer, hoop ik. Niet meer. Maar ik ben het met de vorige twee sprekers echt eens dat je niet betuttelend zou mogen zijn over die voedselkeuze. Dat is echt een achterhaald argument. Zeker ook als je kijkt dat zeg maar in de COVID-crisis de overheid zeer betuttelend is. En zoals Jaap ook zei, eigenlijk zeg maar de voedselkeuzes ook een onderdeel van volksgezondheid zijn geworden. Dus de overheid is gewoon betuttelend als het volksgezondheid betreft. En de voedselkeuze is daar een onderdeel van geworden. Dat is mijn ene ding. En mijn andere ding is ook over de subsidies. Het is gewoon zo, wij betalen als burgers en als consumenten al aan Brussel. En daarmee worden boeren al geholpen. De grote vraag is, welke sturing geven we die geldstroom mee? En het gaat niet om extra geld, maar het gaat om het geld wat we al betalen beter te sturen. Dus ik denk dat gemeenteraadsleden in samenspraak met de provincie en ook in Brussel gewoon daar meer hun eigen agenda kunnen laten bepalen. Ja, Ernst. Ja, ik sluit me graag aan bij de vorige sprekers. Ik zou het ook niet willen hebben over betutteling, maar over verantwoordelijkheid nemen. En dat is heel iets anders. En als vier experts dat in rij zeggen, dan zal het misschien ook wel aardig kloppen. Maar misschien hebben we ook de verkeerde experts uitgenodigd. Dat zou ook kunnen. Dat kan ook nog. Ja. En voor de rest wat me opvalt, en dat vind ik echt heel prettig om te merken, is dat van alle raadsleden en kandidaatraadsleden die hier aan tafel hebben gezeten, het onderwerp echt bij hun leeft. En ik voorzie ook dat in al die afzonderlijke raden en hopelijk ook in de metropoolregio en in alle andere gemeentes in Nederland na de raadsverkiezingen in maart, dit onderwerp van gesprek zal blijven. En daar heb ik heel veel vertrouwen in. En dan gaat er ook veel tot stand komen, want het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Niet alleen van consumenten, niet alleen van producenten, niet alleen van politici, maar van ons allemaal. En daar ligt onze toekomst en die kan er heel mooi uitzien. Er is één, op mijn uitnodiging is één kandidaat raadslid ingegaan, Anne de Groot van de SP in Zaanstad. Ja, ik wil nog één dingetje meegeven, want het is natuurlijk heel belangrijk welke keuze we maken voor gezond voedsel. Maar het is ook ontzettend belangrijk dat we goed omgaan met onze aarde. Dus goed omgaan met het water, goed omgaan met de dieren en goed omgaan met het land. En wat ik dan vooral zou willen toevoegen, hou eens op met die gewasbeschermingsmiddelen, want dan maak je alles mee kapot.
En daar wou ik het belaten. Dank voor deze toevoeging. Nog de laatste kans naar de kandidaat raadsleden om nog iets toe te voegen. Want anders gaan we naar de afsluiting van deze mooie avond. Ik zie geen aanstalten. Dank jullie wel voor het kijken. Dit was de voedselverkiezingen. Deze aflevering van Ruimte, Ruimte, Ruimte. In twee delen nog wel. Zoals je van ons gewend zijn, al die programma's zijn natuurlijk terug te kijken. Op de website dezwerger.nl of op het YouTube-kanaal zijn alle eerdere gesprekken, onder andere in deze mooie serie, terug te kijken. Dan kan je volgens mij 30 uur inmiddels gesprekken met mij zien over inrichting van de openbare ruimte. Als je dat leuk vindt, ga daarheen. Er zijn ook heel veel andere prachtige gesprekken, zoals bijvoorbeeld FemCity, de groene transitie. We hebben gesprekken over bereikbaarheid. We hebben allerlei verschillende thema's die voorbij komen. En ook speciaal rond de verkiezingen gaan we diep in op al dit soort thema's. Bijvoorbeeld een verkiezingsdebat met ORAM, de ondernemersvereniging hier in Amsterdam. Maar bijvoorbeeld ook over de woningen, huisvesting hier in de stad. En ook nog verschillende gesprekken in de hele metropoolregio. Zoals het verkiezingsdebat rondom ruimte, ruimte, ruimte over bereikbaarheid en de ruimtelijke inrichting van onze metropool. Ga dat allemaal kijken. Blijft dat natuurlijk komen. Zometeen vanaf morgen ook weer fysiek in huis. Dan kan je meepraten. Ik ben heel blij dat jullie er zijn. Blijf ook komen. Mocht je het willen steunen, dan kan dat via de QR-code die zo in beeld komt. Want dan kan je namelijk lid worden van ons platform. Ik wil nog tot slot nog heel erg danken voor Food Council MRA en Voedsel Verbind. En natuurlijk heel erg veel dank voor Jaap Sadel, hoogleraar Voeding en Gezondheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Voor Ilse Zaal, gedeputeerde Economie, Landbouw en Bestuur van de provincie Noord-Holland. Jan-Willem van der Schans, co-founder Taskforce Korte Ketens. En Ernst Hart, voorzitter politieke werkgroep Slow Food Nederland. Lara Sibbing, beleidsadviseur Voedsel. En dan de kandidaten Elise Moeskops van D66 Amsterdam. Kune Burgers, VVD Amsterdam. Lian Heinhuis, PvdA Amsterdam, Nienke Nieuwenhuizen, CDA Almere, Anna de Groot van Zaanstad van SP Zaanstad, Marjolein Veenstra van Partij voor de Dieren in Almere, Hanneke Veuring, Malda van ChristenUnie in Zaanstad en Imane Nadief van GroenLinks in Amsterdam. Ik hoop dat jullie het duidelijker geworden is. Ga stemmen, hoop ik, en graag tot de volgende keer. Tot ziens. Dag.